En ik val plat op haar rug. Pas! Op haar rug ook. Op haar rug. Knock out. Voor 3 seconden. En ik hoor... zit je me nou uit te lachen? Hey, ik heb het niet ver geschopt op school, hè. Maar dat betekent niet dat ik niet kan rekenen. Kijk, zo ziet mijn berekening eruit. Je neemt 1 vrouw. Seksualiteit is de expertise. Dan neem je nog een vrouw, zet je erbij. En sensualiteit is het thema die zij toepast op haar danslessen. En dan gooi je nog een mafketel erbij. Die het zijn missie heeft gemaakt om eerlijke gesprekken te houden over liefde, relaties en seks. De uitkomst van die som is, als het goed is, een hele leuke en sexy nieuwe aflevering van Gilly's Love Line. Welkom. En welkom, dames. Zonder jullie kan ik die som niet maken. Yes. Dankjewel. Yes. Leuk dat jullie er zijn. Roni en Jamie. Joy. Don't forget the Joy in this Joy, part. De Joy hoort erbij. Nou, Joy, daar gaan we het over hebben. Maar Jamie, Joy en Roni. Yes. En Jamie, Joy, ik zei het al. Je bent gespecialiseerd in seksualiteit, gender, identiteit en liefde. Yeah. Zelfliefde. Klopt, hè? Klopt. En jij doet heel veel. Mm-hmm. En, laat me ten eerste zeggen dat ik sowieso een fan ben van alleenstaande moeders. Yeah. Die naast die taak ook nog hun ambitie achterna gaan. Yes. En jij lijkt dat te doen. Heb ik gelijk? Ja, je hebt zo zeker ziet het gelijk. Er. Absoluut. Nee, I love it. En we kunnen je ook een sensuoloog noemen, hè? Ja. Ja. En wat houdt dat precies in? Nou, ik ben gewoon... heel erg bekend en gespecialiseerd in sensualiteit. En het wek ik weer op bij vrouwen die dat een beetje verloren zijn in hun moeder zijn... of in hun partner zijn of werknemer zijn. Om vrouwen weer gewoon echt in hun kracht te laten staan door middel van dans. Leuk. Ja. En jij, als jij het zelf moet zeggen. Ik was net aan het omschrijven wat jij doet. Maar wie is Jamie Joy? Ja, Jamie Joy is iemand die ook gewoon heel veel bezig is met sensualiteit, seksualiteit. Die het belangrijk vindt dat je als vrouw zijn die je durft te laten zien. Mm-hmm. Dat niets je terughoudt door wat dan ook. Of dat nou de samenleving is, de patriarchie waar we in samenleven. Yes. Of je eigen trauma's en grenzen die je zelf hebt opgelegd. En door middel van de stukken die ik schrijf, de interviews die ik doe... wil ik mensen meer inlichten daarover. Over die vrijheid terugvinden. En seksualiteit is een kracht. Hey, I love it. Ik sprak je aan de telefoon. Eerst, een van de eerste dingen is wat je zei van... Oh ja, weet je zeker dat je een paar stek, twee steken aan tafel wil hebben. Are you ready, zei ik. Shit, dat is mijn thema. I love it. Nee, maar leuk, leuk, leuk. Dus jullie gaan echt diep erop in. Want ik kom aan jullie eigenlijk door jullie podcast Sexoklak. Yes. Waar jullie dus dit alles bespreken. Ja. De kracht van jou hebben jullie erin gegooid. En daar komen hele interessante gesprekken uit. Ja. Ik vind het dope. Ja, mij ook. Dus welkom nogmaals. Ik ga dan natuurlijk naast de podcast voor jullie, want daar ben ik geïnteresseerd, denk ik. Oh, leuke meiden, vrouwen. Dan ga ik verder kijken en dan wil ik weten van, hé, wat is hun liefdesstatus? En dan ga ik dieken op social media. Oh, wat is de beste manier? Ja, en dan ga ik dus dieken. Dat is over die FBI. En als ik, niet eens CIA. En dan als ik diek, dan kijk ik, denk ik van, volgens mij heb jij een relatie. Dat lijkt duidelijk te zijn. En Roni, of jij verstopt een man of een vrouw. Ja, kan allebei. Hoe weet je dat? Hoe kwam je daarachter? Dat zeg ik. Ik ben Nee, maar dat weet ik niet. Nou ja, ik bedoel, ik loop er niet mee voor op mijn voorhoofd. Dus maar je verstopt een man? Nee. Wat is het verhaal? Ik ben gewoon echt single. Je bent single, toch? Ja, ik ben echt single. Ja, nee, dat is het. Ik zit hier heel spannend te doen, maar de optelsom is makkelijk. Als je geen man ziet, dan is de grote kans dat je single bent. Of inderdaad, je kan het ook private houden. Je kan het ook private houden, maar ik zeg daar altijd over, I get that, private houden, I get it. Maar als je verliefd bent... Dan wil je dat gewoon showen. Het is net als je pas een baby hebt gehad, toch? Ik ga de foto niet op social media posten. Ja. Je houdt je in. Omdat je niet meer in kan houden. Want je bent zo trots. Het is zo leuk. En bam. Ja hoor. Daar is een foto. En dan zegt, dat is ook zo. Ze heeft toch een foto gepost over haar. En hetzelfde geldt voor de liefde, vind ik. Ja. Of niet? Zeker. Ja, nou ja. Sommige mensen doen wel echt bewust nog steeds private houden. Maar hoe lang hou je het vol? Ja, dat is ook zo. Want als je echt... Weet je, je wil je moment delen. Net zo passioneel dat je bent over je carrière. Of whatever, zou je ook over je liefde moeten zijn. Ja. Ja. Natuurlijk ga je ook niet je successen, al je successen delen in business op social media.
maar af en toe wil je wel flossen. Ja. Ik denk dat het lastige is met social media, is de schaamte die mensen voelen. Dus ze zijn bang dat als een relatie niet meer werkt, dan moeten ze al die foto's, al die leuke momenten, die mensen met je mee hebben geleefd, niet alleen jij. Maar, is ook echt zo. En dat voelt als een schande, als een schaamte waar je overheen moet komen. En dat is natuurlijk een beetje nieuw. Voor ons hangt er vanaf hoe oud je bent, want je kan er ook mee zijn opgegroeid. Dat je gaat een relatie aan. Sterker nog, het kan ook gewoon zomaar dat je een relatie aangaat omdat het leuk staat op social media. Daar zijn we ook met z'n allen, hè? Of niet? Met z'n allen, ik niet. Misschien jullie ook niet. Maar Insta goals. En dan, weet je, hoe ziet het plaatje eruit? Mm-hmm. Of nog waarschijnlijker, hier had ik laatst een gesprek over. En niet met een jong meisje, met iemand boven de 30. En toen ik het over had, realiseerde zij dat. En was ze eerlijk genoeg om te zeggen, ja, dat is het geval. En ik schaam me erom, ik wist het niet. Ik hoorde je praten en dat is hem. Wat was het geval? Ja. Het geval is dat zij dus zegt van, hoe staan hun bij elkaar? Op foto's en zo, hij is niet wat ik. Maar een super dude wat zij mij omschrijft. Goeie man, hij doet dit, hij doet dat, alleen het plaatje niet. Oh. Ik zeg, hey, luister. Jij bepaalt zelf wat je wel of niet omarmt. Ja. Maar de consequenties van je eigen blessingsblokken moet je ook aanvaren, is wat ik tegen haar zei. Ja. Ze had het niet door, totdat ze hardop sprak van, oh, dit is echt superficial, oppervlakkig best. Ja, ja. Want vrouwen kunnen oppervlakkig zijn, laten we eerlijk zijn. Nou, mensen, allebei. Mensen kunnen oppervlakkig zijn. Nee, maar vrouwen kunnen heel oppervlakkig zijn. Ja, hier deze discussie. Maar dit komt vanuit jouw ervaring, hè? Jij spreekt nu vanuit een ervaring die jij hebt meegemaakt. Ja, wat ik zie om me heen. Maar ook wat je hebt meegemaakt dan, want jij bent dan gespecialiseerd op seksueel gebied en nog heel veel andere dingen. Jij bent een sensuoloog. Mm-hmm. Maar ik ben professor in bullshit herkennen. Okay. Ja, oké. Okay, maar mannen hebben ook heel veel bullshit. En daarvoor ben ik nu op Insta. Vroeger was ik altijd mannen dit, mannen dat. En nu is het mensen. Ja. Mensen. Oh, daar ben mensen. Je want je kan wel zeggen, vrouwen, niet iedere vrouw is hetzelfde. De vrouwen die jij in je omgeving hebt naar je toegetrokken, die zijn misschien zo. Die jij herkent, wat jouw oog herkent, die zijn zo. Okay. Ja, dat is een verschil. Dat is waar. Maar vrouwen dus. Nee. Maar twee powervrouwen hier die dus ook kwetsbaar kunnen zijn. Zijn jullie kwetsbaar en open in jullie... Is het vooral het delen van informatie? Want ik luister naar één aflevering, daar kom ik zo meteen op terug, nieuwe shit hoorde. Ben je heel erg open? In seks ook luck, jullie podcast? Absoluut. Ja? Ik ga echt met de billen bloot. Heb je ooit iets gedeeld waarvan je denkt van, damn. Ja. Want dat heb ik vaak, elke aflevering misschien. Ja, juist. Omdat je dan zo met elkaar in een gesprek bent. Juist. En ik me met Jamie Joe ook gewoon op mijn gemak voel. En eigenlijk niet door heb dat mensen dit gaan luisteren, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik vertel eigenlijk gewoon altijd alles wat ik voel en denk. En zonder bijna te denken van, oh, misschien moet iemand dit niet weten. Het is juist dat ik wil aansporen van dat het heel normaal is om hierover te praten. En we allemaal door dezelfde crazy shit gaan. Ja. En allemaal een keer een schaamte momentje hebben. Maar dat het niet de pret moet drukken, zeg maar. Noem eentje, één moment. Oh god. Dat je daar op kan komen. Ik denk over die sperma om sperma op je gezicht. Vertel, hier kunnen we heel zakelijk over zijn. Want dit is een kwestie die ik zeg. Ja, deze aflevering moet nog uitkomen. Oh, hij moet nog uitkomen. Ja, maar je mag vertellen. Professionisten zijn aan het teasen. Zie je dat? Nee, waar hadden we het nou precies over? We hadden het over mythes en fabels. Wat is waar en wat is er niet waar? En toen kwam er op een gegeven moment te sprake zo van, ja, weet je dat er ook mensen zijn die zeggen dat je sperma op je gezicht moet doen, dat goed is voor je huid. Ja, I did that shit. Oh, you did that shit? Ja. De hele nacht heb ik het opgelaten. Echt heel erg. Oh, maar dat is bijzonder. Ja. Maar het grappige was dat we echt 10 minuten ervoor hadden over van wat mannen je wijs kunnen maken bij vrouwen. Dat je het geloof, hè, want condoom zit te strak en daar trap je allemaal in. Dus ik zei, hoe komt het dat jij die sperma op je gezicht hebt gesmeerd? En ineens zag je die ogen zo realisatie. Ja, omdat mijn vriend zei dat ik het moest doen. En toen dacht ik, dat is precies diezelfde shit. En weet je wat de grote grap is? Hij heeft het uit een artikel geschreven door een vrouw. Waarschijnlijk. Zeker, is rond. Zo gaat het. Nee, denk dat hij dit heeft verzonnen. Ik heb dit ook gebruikt. Ik zeg, ja, is goed voor je. Word je jong van. Ja. Nee, maar er is toch ook zoiets, heb ik ook weer gehoord laatst. Van anale seks krijg je een dikkere kont. Oh ja, maar dat is bullshit. Dat is sowieso bullshit. Dat is sowieso bullshit. Dat voor jongeren. Maar dat heeft geen vrouw verzonnen. Nee. Ik weet het niet. Nee, kom maar. Maar ik zou hem zomaar gebruiken. Maar dat voor jongeren is toch waar van het sperma? Dat is waar. Tenminste, je lijkt op 12. Nee, jij zei ook, je hebt het gedaan voor een puisje, zei je toen. Ja, en die was wel weg. Hey.
Ja, Jos al weg. Nou. Tip van Flip, jongens. Smeer sperma op je gezicht, op je buik. Ja, als je wilt, dat kan. Ja. Dat kan. Oké. Okay. Ja. Nee, leuk. Want kijk, bij mij, ik heb dan dat ik zoiets van... Want ik heb scheid, zeg maar, om het zo te... Maar ik vergeet me, oh, mijn moeder kan ook zomaar luisteren. Oh, ja. En dat is iets waar ik zoiets heb van... dat alleen. Ja, zou je daarvoor schamen? Maar mama sperma op schamen, ja. Dus ja. Hey. Nou ja, we hebben dat sowieso met dus blunders, seksuele blunders, ja. Daar hebben we het gewoon open over. En dan soms denk ik ook, oh shit, ja, dit gaat over mijn vriend. Iedereen weet dadelijk dat dit met mijn vriend zo heeft afgespeeld. Oh, want dat is dan weer jouw dingetje. Mm-hmm. In een relatie. Jij hebt een vriend, dus het is altijd, het verwijst naar hem altijd. Ja. Of vaak. Dat. Of in ieder geval, daar ga je in ieder geval vanuit. Ja. Nou, maar je vertelt ook wel bij als dat niet met hem was of zo. En als je het van tevoren, als je zegt altijd van tevoren, sorry Jess, maar... Dat zeg ik er altijd wel bij. Dan denk ik, als hij luistert, dan weet hij dat... En hoe lang zit hij in een relatie? 2 jaar. Maar wat ik wil zeggen, we hebben ook serieuze dingen waarbij ik ook soms wel denk, oh, heb ik dit gezegd? We hebben een aflevering over seksuele trauma's, waar we heel open zijn en een brief naar onszelf schrijven. En wat je zegt met ouders, die trauma ging zo diep dat onze ouders ook naar voren kwamen. Mm-hmm. En dat was niet van tevoren bedacht, dat gebeurde op het moment. Ja. En dan denk je ook, oké, ja, als mijn moeder dit luistert... Juist, I get that. Ja. En heel belangrijk dat wat jullie zeggen, ik heb het ook een keer erover gehad. Ik had er een keer erover van elke vrouw, geen uitzondering, dat is ik die dat zegt. Geen uitzondering, maakt niet uit hoe groot of hoe klein, heeft te maken gehad met seksuele intimidatie. Absoluut. Klaar, punt uit. Absoluut. Daar hadden we het over hier in de show. Ja. Elke vrouw. En dat was ook in een gesprek met een vriendin van mij, dat zij ook realiseerde, want zij zegt, nee, je valt mee, had het over. Mm. En toen gingen we praten en toen zei ik, lieve schat, dat is dat. Dat wat jij omschrijft is ook seksuele intimidatie. Ja. Vraag eens bij de vrouw om je heen. Weet je hoeveel mensen een potloodventer zien? Heb je wel eens een potloodventer meegemaakt? Kijk hier. Jij ook? Nee. Kan je niet? Maar kijk hier, dus 1 op de 2. Ja. Mm-hmm. En het antwoord is gewoon ja. Een man kan daar niks bij voorstellen, want wij zien dat soort dingen niet. Nee, maar een vrouw dus maar het is dat, maar ook heel simpel. Heel veel vrouwen beseffen niet dat... nou, nu kan het even niet met corona, maar dat als ze uitgaan... en er is een man die met je wil praten en zijn hand gelijk op je billen legt... of je loopt langs en je wordt ergens geknepen of vast... Dat is ook allemaal seksuele intimidatie. Precies. En kijk, het is moeilijk, maar... Check, ik ben een Surinamer, hè? Mm-hmm. En wij gooien saus erop. Is in de zin van, als ik je compliment ga geven... Sommige mensen zien een compliment zelf al van, vooral in Europa, als van, maar niet direct seksuele intimidatie, maar laat het met rust. Mm. En een andere vrouw kan het weer waarderen. Ja. En daar ergens moet je dus de balans vinden, vind ik. Want ik ga niet, want alles wat ik doe is vanuit het eren van een vrouw. Mm-hmm. Dus ook zo simpel als een complimentje. Mm-hmm. Hey dame, want ik zal nooit, ik zeg, hey lekker ding of dat soort. Ik zal er iets moois en creatiefs van maken. Ja. Want mijn doel is ook om een glimlach op, ik wil jou niet mee naar huis nemen. Wil jou een glimlach geven. Vanuit mijn kant. Maar je moet je voorstellen dat voor jou 10 zijn geweest die wel haar mee naar bed wilden nemen. Precies. En dat dus is, dat is dat ding. Dat is dat ding dus. Maar tegelijkertijd zeggen, oké, laat me het aan jullie vragen. Ja, dames. Ik omschrijf dat toch? Als een Surinamer zeg ik. In Suriname is de normaalste zaak. Ik krijg de mooiste dingen te horen. Ben je dik, dun, lang, whatever je bent. Elke vrouw is sexy in Suriname. Mm-hmm. En elke vrouw krijgt aandacht. Ja. Maar we hebben dus over die balans kunnen vinden. Dan vraag ik dat aan jullie als vrouwen. Waar we nu zijn in 2021. Mm-hmm. Met dat de focus nu ligt op hoe vrouwen worden behandeld. Seksuele intimidatie. Mm-hmm. En aandacht waar niet om is gevraagd. Moet dat dan sneuvelen? Zo'n actie van mij bijvoorbeeld? Nee, maar ik vind dat energy doesn't lie. En vibes ook niet. Dat dus als jij echt als man zijnde denk ik... Mannen die gaan vaak op ons af om hunzelf te bewijzen en niet om de vrouw een fijn gevoel te geven. Ja. Dus als jij al ziet aan een lichaamstaal of whatever, of die vibe voelt van oké, ze wil dit niet. Is het niet voor jou een teken van oké, ik moet nog harder mijn best doen. Misschien moet je dan gewoon weglopen en dan komt zij misschien wel later of zo, weet je wel. Maar ik denk, Nou, en er zit gewoon een verschil in flirten en provoceren. Ook dat. Je kan iemand een complimentje geven. Hey, het ziet er goed uit. Ja. Of je kan zeggen, zo lekker ding, je bent echt geil. Mm. Dat is een verschil. Heel plat gezegd. Maar dat is het verschil. En ook wat je... En dan zijn er 4 van die geweest in een week. En dan kom ik... Dan hoort die ook gewoon gelijk erbij. Maar niet uit waarmee je komt. Klaar het uit.
Nou nee, daar ben ik het niet mee eens. Oh, want ik wel. Nee, op het moment dat iemand het op een respectvolle manier dan doet, dan zie ik wel het verschil van, hé, deze man kan het wel normaal doen. Maar daar heb jij dan nog het vermogen, want daar gaat het om dat te verwerken van, oh, deze wel. Want ik kan me voorstellen dat je ze gewoon dan allemaal op één lijn terecht, omdat je moe bent van, hé, nee, laat me met rust. Zodra je mond opentrekt, hé, joh. Je ziet toch, je merkt en je hoort het verschil in niet hoe iemand je benadert. En wat jij zei, energie. Je gelooft de energie, maar niet iedereen heeft die trigger om te kunnen meten of die radar van... Niet iedereen heeft het empathisch vermogen, maar ik geloof gewoon dat iedereen kan voelen of iets goed is of niet. Okay. Dat geloof ik. Maar je had het net over lachen. Want een van de intense dingen vind ik... Waarom mag je niet? Ja. Je kijkt zo boos. Waarom kijk je boos? Vreselijk. Nee, maar wat gaat het jou iets... Ook, al is het alleen de creativiteit, gebrek aan creativiteit. Hoe voel je jezelf zo belangrijk dat je denkt dat het jou iets aangaat? Ik heb een reden, een gevoel waarom ik nu niet lach. Respecteer dat. En laat mij niet mijn gevoel opzij zetten voor jou... ego. Want je wil dat ik mijn gevoel opzij zet om voor jou te lachen. Daar komt het op neer. Nou, niemand denkt zo na, is, maar daar komt het op neer. Weet je wat ik denk? Jij lijkt me zo'n vrouw die ook gaat proberen dit wat je nu hier zegt over te brengen. Zeg, oh, luister. Ja, klopt. Dat vind ik ook niet de slimste actie. Want het is hetzelfde wat ik altijd... Het is hetzelfde wat ik probeer uit te leggen tegen mensen van... het is leuk als je voetbalsterk bent. Maar niet iedereen verstaat die taal. Mm-hmm. Weet je wat universeel is? Een klap op je bek. Mm. Verstaat iedereen wereldwijd. Wat ik daarmee probeer te zeggen is... Niet iedereen staat open voor waarmee jij nu gaat komen. Mm-hmm. Want ik weet niet of per se je doel is dan... iemand iets bijbrengen of iemand op zijn plek zetten. Beide. En beide gaan niet lukken. Als je een bepaald soort type man voor je hebt. Mm. Ik moet zeggen, 9 van 10 keer wel. Oké, okay. Waar kom je vandaan ook alweer? Rotterdam. Misschien is dat het. 9 van 10 keer is het wel. Sommigen niet. De meesten voelen zich een beetje op hun ego getrapt. Ja. Maar vaak moet je het wel vergelijken met een moeder of een zus. Wanneer het persoonlijk wordt, dan snappen mensen het van... Oh ja, ja, je hebt eigenlijk... Want ik zou je wat zeggen. Stel je voor... en ik heb het idee, niet dat ik hele dag meiden loop te versieren of zo... Maar ik kan een moment hebben dat de zon zegt en de sterren zeggen van... Hey, en dan zeg ik iets, ja. En stel je voor, dat zou niet lekker bij jou vallen. En jij komt bij mij met jouw preek. Al je tekst en uitleg. Dan denk je, bitch, dan kill my vibe. Nee, I love it. Maar nu maak je me wakker. Oh, ja? En nu ga jij dus mee in mijn flow, want je geeft me je tijd. Oh. Begrijp je? En dit is vanuit a player point of view. Mm-hmm. Begrijp je? Want je geeft me je tijd. I don't care what you say, whatever. Je geeft me je tijd. Ja. Als je voor me komen staan, had je me een half uur tegen me lopen aan, lopen schelden. Loop gewoon weg. Mm. Lijkt mij de beste optie, want je geeft me je tijd. Ik heb dat niet. En dan zeg ik, hey, je hebt gelijk man, sorry, maar mag ik een knuffel? Hell no. Nee. Wat ik probeer te zeggen is, je geeft me je tijd. Begrijp je? Dus je voelt je dan belangrijk dat zij jou je tijd geeft? Dus wat jij wil doen, je denk je echt dat je iemand iets bij gaat brengen. Iemand die zegt bijvoorbeeld, hey schatje, lekkere billen, maar waarom kijk je boos? Mm-hmm. En dan kom je uitleggen, ik zal je vertellen waarom ik boos ben. En dan ga je uitleggen en denk je echt dat zo'n persoon daar wegloopt met een les of zo. Ik hoor je. Of van, wauw, ze heeft me echt op mijn plek gezet hoor. Nee, joh. Nee, ik hoor je. Maar wat ik zeg is, al is het maar 1 van die 10 mannen die het wel beseft, dat doe ik liever dan mijn energie aan verspillen, dan dat ik wegloop en dat iedereen nog steeds het niet begrijpt. Nee. Je wil de wereld redden, de mensen. Ja, of dat de is wel mijn valkuil. Ja? Ja, dat is mijn valkuil. Je weet wel dat je valkuil is. Ja. Oké. Want, toch? Ja, zelfs iedereen helpen. Een wijze man zei ooit, en die wijze man ben ik niet bescheiden om te zeggen. Zei ooit, lieve mensen verliezen in deze wereld. Je bent waarschijnlijk een hit in de hemel, maar hier... Maar wie zegt dat ik lief ben? Ben je stout dan? Is ze stout dan? Ja. Oké. En dat kan. Ja, het zou heel raar zijn dat als jij je bent gespecialiseerd in seksualiteit. Dat betekent dus dat jij heel veel informatie verwerkt en binnenkrijgt en zelf leert. Oh, dus dat is dat vooroordeel weer, hè? Ja, waar we nu naartoe gaan. Nee, is goed. Daar wil ik ook naartoe. By the way. Maar het kan niet, ondanks een vooroordeel, dat je dat allemaal meekrijgt. Mm-hmm. En dan tegelijkertijd passioneel bent over wat je doet. En niet jezelf verrijkt als in praktijk.
Ja, dat is dus wat zij zei. Het grappige is, iedereen denkt altijd ook, als je mijn Instagram bekijkt, dan zie je dat ik dozen met speeltjes toegestuurd krijg. En iedereen denkt, nou, die Jamie Joy en Roni, die zijn kinky, die hangen iedere dag aan het plafond. Ja. Ik moet je zeggen dat de beste seks die ik heb en die ik het meeste heb, is gewoon vanilla seks, lekker intiem energie uitwisselen. En dat vind ik het fijnst. Vanilla seks? Ja. Wat is dat? Gewoon lovemaking. Missionary. Missionary, ja. Vanilla seks. Okay. Ja, gewoon niks kinkies erbij. Ja. Nee, dus als single man, wat ik zeg, want ik ben het met je eens, ik zeg het anders. Ik vergeet nog wel eens hoe heerlijk is om seks te hebben waar liefde in het spel is. Dus romantisch, hoe heerlijk dat is. Dat vergeet je? Nog? Nou ja, je zegt dat vergeet je, omdat jij zit in een relatie en ook niet zo lang. Maar ja, dat vergeet je als je... single bent. Ja, want ik ben niet, ik ben niet als single ben, maar ik ben niet iemand die zomaar mijn hart even hier en daar geeft. Mijn piemel is wat anders. Zo moet het geval, by the way. Maar dat is wat anders. Maar mijn hart gewoon hier en daar, dat doe ik niet. Dat is beschermd. Maar dan, ja, dan vergeet je dat, want het is binnen een while. En dan denk je, oh ja, seks en liefde is in het spel, is soms dan next level. Dan heb je niet die dozen nodig, speeltjes wat mensen je sturen. Dit is genoeg om je in extase te brengen, on some cloud nine shit. Dat herinner ik me, ja, in een ver verleden in de bek. Jij ook? Ja, maar ja, zijn we er überhaupt wel bewust van wat seks is? Wat het is? Ik probeer er bewust van te zijn, ja. Je ermee bezighouden is al heel wat, toch? Ja. Dus maar dat het gewoon echt sacred energy exchange is. Ja, yeah, that I know. En dat is waarom ik zeg... Waarom met liefde dus, inderdaad. Met liefde, maar ook wat ik zei, dat is ook niet per se weer. Dat ik zomaar overal insteek, dat doe ik ook niet. Nee. Om die reden. Ja, maar dat heb je vast wel gedaan, toch? Vroeger. Toen ik jonger was, ja. Precies. Maar dan word je ouder. En toen was je nog niet bewust van. Toen was ik jong. De geilheid ging boven, whatever. maar later inderdaad. En sterker nog, los van dat. Als het goed is, heb je ook geen behoefte daaraan. Omdat de lol is er ook vanaf. Sterker nog, er is geen één lol te bespeuren in die levensstijl. Dus wat doe jij als je zin hebt? Wat doe jij als je voelt dat die horniness naar boven, als die sexual energy in je lichaam circuleert? Nee, dan ik ben wat gedisciplineerder. Dan wacht ik op een moment. Om? Nee, dan wacht ik op een moment op een persoon. En dan is het toch, als je het echt niet meer uithoudt, want daar gaat het om. Ja. En dat is deze laatste tijd toevallig. Okay. Want het gaat hierom. In deze coronatijd. Heb jij heel erg zin om te seksen? Mijn relatie is niet heel lang uit. Is nu 4 maanden uit. Dus ik heb 4 maanden nu geen seks gehad. Oké. Ik kom uit een relatie, dus je weet niet waar ik het over heb als ik de vraag stel van... Want ik vraag het om de mensen om me heen. En mannen praten hier moeilijk over. Maar ik zeg je eerlijk, ik ben minder enthousiaster dan voorheen. Hoor. Door corona? Of door zo lang single te zijn? Ja, door de mentor wat corona brengt. Dat alles is een beetje vervelend. Het is minder. Minder. Maar is dat niet gewoon omdat je er nu nog meer bewust van bent wat seks is? En dat je niet zomaar... Ik ben al een tijdje van bewust, hoor. Niet zomaar. Ik zit al daar een tijdje in. Mm. Dus daardoor ook onderdrukt het waarschijnlijk ook sowieso de vraag die jij stelt. Ja. En ben je nu ook creatiever? In de zin van, geef ze een voorbeeld. Nou ja, heb je meer plezier in je werk? Komen er nieuwe ideeën? Heb je meer dat je denkt... Want we weten dat seksuele energie een bron is van creatieve energie. Mm-hmm. Dus wanneer je dat voelt, zou je dat eigenlijk heel goed kunnen uiten in iets van je passie, je werk, creativiteit. Ga schilderen, ga whatever, zingen, dansen. Ga podcast maken. Ja, want daarin... Heb jij het nu naar je zin? Ja. Nu, hier. Ja. Dan lukt het me aardig inderdaad mijn creativiteit om te zetten in iets wat gewaardeerd. Dus ja, is het antwoord. Ik dacht even dat je hem terug ging kaat zeggen en antwoord zou geven. Ja. Ik kom verrassen. Moet je nagaan wat ik doe dus als ik dus op straatje zou aanspreken. Als ik jou op straat zie, ga ik net doen of ik je niet ken. Ik ga het uitproberen. Ja. En ik weet, je hebt een vriend, alles.
Maar dit moet ik denk dat jij wel intens kan overkomen op een vrouw. Denk je? Ja, ik denk dat jij wel gewoon... Ik geloof het, ik denk het, hè. Maar en wat ik net nog wou zeggen, van als iemand op je afstapt... Jij gaf dan aan dat je dat gescheiden kan zien, zeg maar, als iemand... Maar ik denk dat het ook heel erg ligt aan of diegene je type is die op je afkomt. Want sowieso. Heel eerlijk, als iemand op mij afkomt en je komt... Ondanks dat je met het liefste, mooiste iets komt... Dat vergeet ik natuurlijk sneller dan dat iemand op me afkomt waarvan ik denk... Juist. Ja, daar sta ik eerder voor open. Ik had het toch eerder over dat vrouwen oppervlakkig zijn. Oh, daar gaan we. Ik wil toch weer even daar gaan. Want jij maakt dus een opmerking. Mm-hmm. En ik heb gezien in mijn omgeving. Ik heb veel mensen om me heen, dus ook vrouwen. En het maakt niet uit wat ze zijn. Volgens velen heel mooi of dat soort dingen. Of wifey of dat soort dingen. Allemaal hebben een oppervlakkig iets. As in, het is toch altijd wel een look. Mm, okay, er was zo een lichtkleurige dude, toch? In de gevangenis in Amerika. Zoveel mensen vermoord, weet ik veel wat hij had gedaan. Die vrouwen hoorden, zagen dat niet eens, ze wilden hem. Allemaal. Maar dat is die horniness. Uiteindelijk willen ze geen relatie met hem. En maar dat is het wat ik bedoel. Ja, maar als je erin zit, zit je erin. Nee. Die is inmiddels getrouwd met een miljardair. Ja. Je zou denken, een miljard maak je niet zomaar. Daar moet je iets van intelligentie voor hebben, toch? Mm. Tenminste. Maar liefde heeft geen intelligentie vaak. Dus dit is geen liefde, denk ik. Het is gebaseerd op lust. Zie je vooroordelen, hè? Nee, I don't know. Oké. Ja, oh ja, we zijn het aan het onderzoek hier. Ik weet het ook. Ja. Maar zeg ik schrik dan maar, dat vrouwen oppervlakkig kijk, zijn? Kijk, we kunnen allemaal wel zeggen, we hebben deze discussie gehad van... ik val op innerlijk. Ik kan dat over mezelf zeggen, want als ik je innerlijk niet leuk vind... dan vind ik je uiterlijk ook niks. Of andersom, je snapt wat ik bedoel. Maar in ieder geval... Het eerste, al is het maar een milliseconde... is toch uiterlijk. Dus als ik iemand mijn aantrekkingskracht niet heeft... dat kan veranderen door het innerlijk. Maar ja, als eerste ga je toch op uiterlijk. Dus is dat dan oppervlakkig? Nee, mannen doen dat zo. Maar ik haalde net het voorbeeld erbij. Wat ik wel wil zeggen is... anders. Ik ga even nu vanuit van een vrouw met... een bepaald gemiddeld IQ op zijn minst. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Een vrouw. Ik ga het specifiek over vrouwen hebben hier. Want ik maakte die opmerking over vrouwen, toch? Mm-hmm. Bij zo'n vrouw denk ik dat, looks, maar dat is kort termijn. Mm-hmm. En innerlijk is lang termijn voor zo'n vrouw. Mm-hmm. En daar kan ze zichzelf dus tegenkomen als ze helemaal... Want het gebeurt allemaal. Waar het mis kan gaan is in die infatuation fase, hè, het begin. Ja. Dat je te veel geeft. Dat je, misschien heb je zelf opeens een kind. Ja. Met iemand die niet per se, begrijp je? Of misschien heb maar je opeens... Maar wat is het oppervlakkige gedeelte? Ik kom eraan. Oké. Okay. En of misschien heb je hem al heel enthousiast naar mama gebracht, papa of weet ik veel wie. En dingen waar je bent gewoon verder gaan dat je normaal zou doen. Omdat je dacht van wauw, het is alles wat ik is alles. Maar dan leer je iemand kennen. En dan denk je, het oppervlakkige gedeelte is dat je toch ondanks je bij bent. Mm-hmm. Toch nog een gewicht, je vond het waard om toch nog. Die moves te maken. Kind, mama, papa. Omdat toch die looks had de overhand daar. Mm-hmm. Ja. Maar dan is het innerlijke. En dan is het te laat. Want je bent te lang doorgegaan. Want dat looks ding, als het niet oppervlakkig was. Dan zou je eigenlijk al na dag 1. Bijvoorbeeld na een telefoontje van. Best wel een domme dood. Mm-hmm. Tenminste als dat iets is wat je stoort. Of vergeet dom en slim. Hey, we klikken niet als we conversaties houden. Ik vind oppervlakkig te kort door de bocht. En misschien gaan wij hier dan te diep op in. Ik moet nu voor mezelf praten. Prima. Maar ik denk dat Ron en ik op één lijn zitten. Jullie mochten ook oneens zijn. Hè? Ja. Maar zulke keuzes maak je niet uit oppervlakkigheid. Als jij valt op iemands uiterlijk en het innerlijk valt tegen. Keuzes die je maakt in je relatie, zowel mannen als vrouwen. Zijn gebaseerd op wat jij als voorbeeld hebt gehad... aan relaties en aan je vaderfiguur. Dus als jij bij iemand blijft... die qua innerlijk niet helemaal is wat je zou willen... komt dat vandaan bij je jeugd. Dat gaat allemaal veel dieper. Het is niet oppervlakkig. Het zit in je DNA. Maar hij kan ook andersom. Want jij zegt dus... jouw voorbeeld die je hebt gehad... Mm-hmm. zorgt ervoor... heeft grote invloed... Ja, absoluut. Op jouw keuze, toch? Ja. Maar heb je dan over... je wil iemand net als papa of mama of tegenovergesteld. Het is niet eens wild. Het zit gewoon in je systeem. Zonder dat je door hebt. Oh, dus het kan allebei. Hoeft niet speciaal
als of tegenovergestelde juist nee. omdat je krijgt juist van beide dingen triggers. Mm. Wat, als ik naar mezelf kijk, mijn vader is nooit echt heel duidelijk in beeld geweest en heeft eigenlijk heel veel kenmerken die ik juist niet wil in een man. Maar wat trek ik aan? Ja. Omdat je daarmee moet leren dealen. Dat type man. Omdat ik moet bij mezelf die wonden die ik daarvan heb, moet ik niet projecteren op een ander. Dat is niet diegene zijn issue, dat is mijn issue. Diegene is mijn spiegel de hele tijd. Ja. Dus hoe graag ik ook een man wil die niet op mijn vader lijkt, tuurlijk blijf ik dat aantrekken, omdat ik daarmee moet leren dealen, zeg maar. En tot dat moment, totdat ik daarmee vrede heb of heb losgelaten of whatever, zal ik dat continu blijven aantrekken. En eigenlijk is het mijn missie om de ernst daarvan, hoe zeg je dat? Dat ik die eigenschappen juist niet erg vind in een man. Ik zeg maar wat, ik vroeg net aan jou, wat ben je voor een zodiac zijn? Jij bent een ram. Zij had mij net gecanceld voordat deze programma was begonnen. En eigenlijk... Ram, en ze kon de blik nezen blijven. Alsof ik rook naar rotte vis. Maar hoe dat komt, nou. Mijn vader is een ram. Tada. Precies, dus dat is die trigger bij mij. Jij bent die spiegel op dat moment voor mij van, oké, waarom vind ik dat stom? Komt dat omdat ik veel rammen ken die niet leuk zijn? Dus nee, dat komt ik wil niet bot overkomen, hè? Maar dat valt... toch ook onder de noemen oppervlakkig. Oh, vanuit, dat vind ik niet. Vanuit dus, mij, hè? Ja. Dit vanuit man. Dus ik ben onder de... Ik snap dat jij dat zo voelt, ja, dus omdat mij, jij niet vanuit mijn gevoelens kan voelen. I get it. Daarom zeg ik wil niet bot overkomen. Maar even vanuit de kant van de man. Ik weet niet wat zat met jouw geschiedenis, gevoelens en al dat soort dingen. Ik kom en ik zie jou zeggen ram. En ik denk, oh, wat een bitch. Terwijl ik weet niet wat zat. Of ik zeg... Maar ik zei niet eens iets disrespectfuls. Nee. Ik ga even heel erg... ik maak een groter dan dat is. Of ik zeg, heb ik ook meegemaakt. Ik zeg van... alles leuk, fijn. Hoe heet je? Regilio. Oh. Omdat een of andere Regilio je hart ergens heeft gebroken. Mm-hmm. Maar jij bent dan die trigger. Ja, maar ik heb daar niks mee te maken. Kijk, jij vindt dat oppervlakkig. Persoonlijk vind ik het oppervlakkig door niet in te zien dat er meer achter iets kan schuilen dan dus alleen dat moment. Dat alle mannen denken van, oeh, hier zit meer achter. Nee, dus dat maakt de mannen oppervlakkig. Ja. Turn it around. Ja, weet je? Ja, vind ik wel. Nou, maar kijk, wij zitten nu in zo'n setting, we praten over dingen. Mm-hmm. Maar denk aan andere setting. Op straat, in de discotheek. In de discotheek. Zeg, hey, ze is zo, Regilio. En ik, muziek gaat weg. Lichten gaan aan. Hier zit niks meer achter. Neem plaats, dame. Er wordt een sessie. Therapie. Ga liggen. Nee, dat hoeft ook niet. Ja. Maar ik bedoel, het is toch oppervlakkig omdat jij daar weer ook meteen een bepaalde mening over hebt. Van, oh, wat een bitch. Dat is oppervlakkig. Want je kan ook gewoon zeggen van, oké, maar heb je bepaalde ervaringen daarmee of zo? Weet ik wat. En dat hoeft een heel kort gesprek te zijn, maar dan kan het ook alleen maar, oké, ja, dat... Maar stel voor je in de discotheek, heb je dan bepaalde ervaringen? Nee, dat gaat niet werken. Nee. De setting is ook belangrijk. Maar je kan ook weglopen zonder een oordeel te vellen dat iemand alleen maar oppervlakkig is omdat je een trigger qua naam bent. Misschien is het net een week uit met haar ex die regulier is. Wil ze gaan huilen in de wc? Je weet niet wat er met iemand bezig is. En guess wie erop vangt. Regilio nummer 2. Oh. Nee, ik ben jij aan het beste half. Leuk. Ja. Dus ik laat dingen niet gaan, hè. Want je had het over bloepers in bed. Oh god. Want zij is de queen van gedeeld, bloepers, hè. Zij heeft gedeeld. En dat eindigde in sperma op een puisje die verdween en nooit meer terugkwam. Ja. Even een blooper delen dan. Jij bent hierna, hè? Welke? Ik kan uit kiezen. Welke, Roon? Welke vind jij het beste? Ik was tegen de... Oh dan. ja, oké. Okay. Of haar in de fik. Je praat Chinees en ze begrijpt het. I love it. Haar in de fik kan ook. Ja, nee, die doen haar wel. In de fik. Ja. Wat gebeurt met jou allemaal? Nou, kijk. Ik wilde een hele romantische avond plannen. Dus ik had het bad aangezet, kaarsjes aangezet, sopje en zo, champagne erbij. En ik ging in bad zitten tegenover mijn partner. En toen dacht ik, ik voelde me echt super powerful en sexy. Dus ik dacht, ik ga helemaal sexy onderuit zo. En ineens pakt hij mijn hoofd en hij duwt me gewoon onder sop. Dus ik kom boven zo. Ik dacht, wat doe je? Ja, stond mijn haar in de fik met die kaarsjes achter me. Erg toch? Ja. Dat is echt erg. Kijk, en jij vertelt nu het verhaal. Maar als hij het vertelt, zou het nog leuker zijn. Ja. Ga je nog met hem? Nee. Ik ging een keer met de chicken. Dus die chick komt sexy en shit. Helaas. Ja, goed dat verhaal. Is te leuk. Nee, dat zijn bloepers soms aan dat zijn bloepers, zin. Ja. Mm-hmm. Maar nu jij. Wat moet ik delen dan? Ja, een blooper. Wat voor blooper heb jij gehad?
Wat moet ik delen dan? Zo naïef. Nou, ja, nee, wat is de vraag? Oké, dan wat bij me opkomt, tenminste een blooper. Ik ben niet iemand die, die zich schaamt voor niets. Nee, maar ik heb wel een grappig moment. Ik heb wel een grappig, tenminste grappig moment was niet toen niet grappig. Ik was toen ook nog jong. Het was winter. En, waarom moet ik nu al lachen? Ja, dus dat ook, het was winter. Zo uit de boek. Nee, maar het was winter, dus het was heel koud buiten. En dat meisje, de moeder, was niet thuis, moest een bepaalde tijdstip daar zijn. En ik kom daar, en het was winter, dus verwarming staat hoog. Hoog, hoog. Op dat moment heb ik er geen last van. Verwarming staat hoog. En wij gaan, vroeger was ik, een soort, als er een kampioenschap was, dan had ik... Olympische Spelen, ik zou Nederland trots maken, zeg maar. Je was player. Qua volhouden bedoel je? Ja, nou, qua alles, heel het pakket. Oh, oké. Okay, okay. Player, qua sheet, performance. Mm-hmm. Dus, waarom? We doen het daar. En we eindigen in de badkamer. Onder de douche. Want je bent klaar. Denk je. Maar we gaan nog een ronde. Alleen, het douchewater is ook heet. Dus de stoom en al dat soort dingen. Terwijl ik daar die backpoon aan het geven ben. Is dat oud woord? De doggy style dus. Mm-hmm. Doggy style. De backpoon. Ja, is oud. Ik ben oud. Ja. Oké, terwijl ik daar dus een doggy style aan het geven ben. Opeens die warmte nakt me in mijn hoofd. Pam. En ik val plat op haar rug. Pats. Op haar rug ook echt. Op haar rug. Knock out. Voor 3 seconden. En ik hoor... Zit je me nou uit te lachen? Dat vind ik zo. Je hebt zoiets gelijk meegemaakt met een ram, of niet? Nee. Oh, dit is gewoon echt heel grappig. Nee, maar oké, maar check, het was toen niet zo grappig. Die moeder kwam ook. Ze moest haar moeder halen. Ga jij het verhaal afmaken of ga ik het afmaken? Nee, maar netje. Dus we zijn tijdgebonden. Dus nu ligt er een kleine Surinamer op de vloer. Wat heeft ze gedaan? Ik ben wel bij. Ja, die zijn jong. Die weet ook niet wat ze moet doen. Maar wij kunnen niet bedenken op dat moment. Hey, daar, stoom hier. Dus alles loopt nog. En die stoom en die hitte blijft. Dus ik kom ook niet volledig bij. Maar tegelijkertijd ben ik dus ook jong. Dus wat komt daarbij kijken? Dat je ook een beetje moet spelen van het doet me niets. Oh, dus ik zeg zo. Nee, ik rust even. Wacht, ik kom bij je. Ik kom. Deels 5. Maar ik ben helemaal fucked up. En ja, die deur gaat klingeling, klingeling. En op dat moment geeft de lieve heer mij de kracht om toch op te staan. En ik sta op, hey! En gelukkig, de deur zat zo in elkaar dat die deur forceerde, want we waren wild aan het neuken door heel het huis. Oh God. Daardoor ging 1 deur tegen die voordeur en die deur kon niet 1, 2, 3 open. Wat mij weer de tijd gaf om mijn onderbroek aan te trekken. En zij zegt, spring uit het raam. Nee. Ik zeg, maar gek, joh. Spring voor niemand uit het raam, gek. Ging onder het bed. Dat heb je ook nog gedaan. Ook nog gedaan, dat chillen. Oh my God. Maar onder mijn bed en bijkomen. Van, oh mijn God, bijna. Hoe lang heb je daar gelegen? Totdat de moeder in de kamer ging. Volgens mij, dus vanaf dat de moeder daar was, totdat ik weg kon. Oh, wat grappig. Een tijdje geleden hoor. Misschien 30 minuten. Nee. Onder, in haar kamer, op een gegeven moment durfde ik naar boven te komen. Van, hey. Maar ook nog fokt op, hè. Dus nog een beetje busy en zo. Ik begrijp niet wat ze had. Zij begrijpt niet wat ze had. Oh, wat dat erg. Moment kunnen we niet lachen. Achteraf was het dit inderdaad. Oh, wat grappig. Dus als je aan het kijken... Hoe oud was je? 14 of zo, 15. Jeetje. En dan al helemaal een porno heel het huis. Is dat mag porno? Niet judgen, maar... Ja. Nee, dat is geen porno, toch? Dat is gewoon jong zijn, toch? Ja. Wauw, ja, maar je hebt het over performance en... Ja, ja. Het was Olympische Spelen waardig. Dat zeg ik wat? Het zelf. Maar ik kijk naar zo'n kleine jongen. Ik zie het niet als mijzelf. Dus ik oordeel het als een buitenstaander op dit moment. Maar daar ging het verhaal niet over. Oh. Het verhaal ging dus over... Dat was dus een blooper. Dat is een blooper. Dat is een blooper. Oké. Maar hoe lang was seks voor jou een performance? Wanneer kreeg je die soort van wake-up call van... Oké, het hoeft niet altijd een performance te zijn van mijn kant. Of heb je dat nog steeds? Nee. Hey, zie je. Dat is al heel lang zo. Oh. Ik zeg altijd, hey, want ik gebruik geen middelen. Hè? Middelen zijn de mode al een tijdje. Wat bedoel je? Iedereen om me heen. Kamagra of weet ik wat. Okay. Iedereen om me heen, behalve ik. Ik slik niet eens paracetamol. Nee. Ik doe dat gewoon niet. Ik wil het natuurlijk houden. Even hele culturele, whatever. Dus ik zeg ook altijd, luister dan, zie je. 5 minuten of 50 minuten. Roulette op.
Ja. Mijn voordeel is daarin wel, en daar heb ik geluk mee als ik luister naar de mensen om me heen. Waarbij mensen, sommige mannen heel snel klaarkomen als ze seks hebben met een vrouw waarvan ze heel erg fysiek onder de indruk zijn. Mm-hmm. Dat ze snel komen. Mm-hmm. Bij mij is het andersom. Oh, hij wordt niet als hard. Helemaal confused. Dat kan hoor. Omdat ik op de grond lag door een beetje stoom. Nee, dat kan toch? Okay, nee, dat is gewoon niet erg. Onder pressure nee, kan het. Is niet erg. Als je juist heel erg onder... Heb ik ook een keer meegemaakt hoor. Okay. Blooper nummer 2. Maar korte versie. Ja. Het gaat niet eens om de blooper. Het gaat om de, want ik vergeet dat nooit meer. Ik had dus een keer dat ik niet helemaal goed hard werd. Dat het niet wilde lukken. En weet je wat die chick deed? Want dat was ook toen ik jong was. Weet je dit? Is niet erg joh. Dat is lief. Ja. Ik kan je zeggen vanuit de man point of view. Is dat echt vernederend? Maar dat is jouw mannelijk ego. Ik wou voor life in quarantaine. En toen was quarantaine ineens in de mode. Voor live wilde in quarantaine. Is niet erg. En ze was ook een beetje groot gebouwd, dus ik bounce ermee. Is niet erg. Bounce. Oh, maar dat zeg ik wel tegen een man. Nee, moet je niet doen. Wat moet ik dan doen? Laat hem gewoon met rust. Je moet toch weten dat het geen pressure geeft? Dat schouderklopje. Ja, daar zit het hem in. Je liever een zoentje als ik gehad. Dat bij jou doe. Hè? Je levert iets in. Is niet gelukt of het is hem niet helemaal. En diegene zegt, vergeet seks. Diegene zegt... Is niet erg. Wil je niet, dat klopt. Maar dan nu zo iets intiem als seks. Ja. Is niet erg. Ja. Shit. Begrijp je hem nu? Ja. Oké, okay, nee. Geen schouderklopje dus. Oké. Okay. Nee. Scheld me dan maar uit omdat ik een ram ben. Dan hou ik het. Ja. Oké, maar performance. Ja, want je ontweek een beetje voor mijn gevoel de vraag. Oh, ik ontweek niet. Wat deed ik dan? Tot wanneer was bij jou seks een performance? En dan met performance gaat het dus meer... Leg jij het maar uit. Vanuit mijn point of view, ik heb eigenlijk zoveel seks gehad. Ook veel sekspartners gehad. En dan eigenlijk kwam bij mij altijd de inner Beyoncé naar boven. Inner pornstar, whatever. In jouw belevenis. Dat was zo. Yeah. ik kwam ook nooit klaar. Weet je, dat was voor mij ook niet de purpose. En ik wilde gewoon dat die guy zich mij zou herinneren. Ja. Dat ik gewoon een goede porno met hem had. Ja. Maar het was een performance. Het was gewoon zwaar een performance. Maar als ik nu kijk naar de seks die ik nu dan heb. Belangrijk, ja. De seks die ik nu heb, daar kan ik gewoon onwijs genieten van inderdaad gewoon vanilla seks. Weet je, het hoeft niet altijd great. Leuk voor ons, maar het is niet... Daar kom ik ook niet van of zo, weet je wel. Het is voor mij gewoon... Mm-hmm. Dus je stopt zeg maar met je buikspieren aanspannen als ze naar je kijkt. Ja. Dat je denkt van, ik moet nu dit trucje erin gooien. Ja. Wanneer is het een flow? En tot wanneer heb jij je best gedaan om iemand in te maken? Dus dat is relatieshit, hè, waar jij het over hebt. Nee. Niet per se, maar maar in een relatie op een gegeven moment verdwijnt dat. Als het goed is. En dan ga je echt seks hebben. Dat is dus wanneer ben je gestopt met performen. Dus je performt nog steeds. Ja. Maar losse people, hè? Ja. Ja, maar weet je, dit klinkt een beetje... ik zei het net al, toch? 55 minuten, dus I don't really... I got mine. Succes, get yours. Heel egoïstisch. Maar tegelijkertijd vind ik het ook geil om mezelf te voelen. Dus I'm feeling myself. Mm. Dus dan is het niet per se dat ik perform voor haar. Maar voor jezelf. Het is een onderdeel van... Ik vind het ook geil toe. Yeah. Weet je, van... gedetailleerd heb? Ja. Oké. Okay. Nou, ik vind het bijvoorbeeld... bijvoorbeeld, zei voor je hebt een geil momentje. Iets in de pony en iets in de reet. Mm-hmm. En dan ook nog pam. Het visuele alleen. En dan van, kijk me gaan en ik pam en hoe. En ik ben niet te stoppen, gek. In mezelf. Ja. Dat alleen dat doet het alle. Maar dan komt dat vanuit jezelf, dat voor vanuit jezelf. Mezelf, voor dat mezelf. Is niet beetje, voor ik, haar niet, per se. Niet per se. Dus niet van, I wanna... Niet van, kijk eens wat ik allemaal kan. Nee, niet. Dat... Maar wanneer is dat gestopt? Ja, toen ik jong was. Mm, dat gedeelte. Wel. Maar nu doe ik het dus meer voor mezelf. Omdat dat hoort bij mijn geilheid. Mm-hmm. En om mij gestimuleerd te houden. Ja, dat is gewoon je energy. Dat is gewoon je vibe. Ja. Gewoon... Want ik begon dus net erover. Bij mij is het omgekeerd. Wanneer ik onder de indruk ben. Dus ik vind het leuk wat ik zie. Geil en lekker. Dan kan ik lang gaan. Ja. Is ze in mijn ogen niet per se... top notch wat ik wilde, maar hier zijn we. Zo kan ik helemaal niet in het hoofd. Ik ga niet super mijn best doen. I'm not performing.
Maar dan gebruik je haar lichaam eigenlijk meer als een masturbatiemiddel. Ja, dat klinkt zo... Nee, maar dit zeggen, is feitelijk. Ja, hier komt het op neer. Ja, nee, ik geef, I ain't give it my all. Dat kan je niet. Het is net als... Eet je er dan? Check. Dat doe ik helemaal niet zomaar. Maar check. Niet dat er niet gebeurt, zie. Maar waarom, wanneer, wat is voor jou de lijn van, oké, bij haar gebeurt het wel, bij haar nee, niet? Nee, nee, heel simpel. Ik ben, want ik, dat is heel erg gekoppeld aan... Feelings. Nee, aan dat spirituele. Dat is een gekke... Je wil niet iedereen zijn nectar nemen. Laten we het zo noemen, inderdaad. Maar wat is de vraag waarop ik antwoord moet geven? We hebben zoveel vragen voor jou. Ja, maar echt mijn hoofdpoel. Ja, jullie hebben mij uitgenodigd. Wat hebben jullie uitgenodigd? Nee, maar ik ben gewoon echt benieuwd. Wat nee, was die andere vraag? Ik wilde het afmaken. Performance. Ja, dus eten. Zeg maar... Nee, dat je niet... Jij zegt van, dan doe ik mijn best niet. Maar... Ja, hoe bepaal jij voor wie je wel je best doet? Dat en voor, was het. Ja. Check. Ik ben heel erg dik op hygiëne. Dus, ik dacht dat je het bij big zou houden. Ik ben heel erg big. Nee, luister, als dat het verhaal was, hè, dan had ik dat zo gepromoot in dit show. Zo zou ik de show beginnen. Okay. Want ik ben open en shit. En ik ben ook iemand, ik ben niet de beroerdste om een beetje te flexen met dingen waarom ik kan flexen. Heb je me daar wel eens heel erg over horen flexen? Ik denk het niet, hè. We gaan verder. Hygiëne. Ja. Als ik een meid ontmoet, is het eerste waarnaar ik kijk. Eigenlijk overal, hoor. Vergeet mij. Als ik ergens iemand huis ga, eten alles. Ik check alles. Maar dat is echt iets zus. Dat is echt iets zus. Ik check alles. Alles, hè. Echt een Surinamer. Vergeet of ze lekker is of in mijn ogen wat ze is. Slim, oké, mooi allemaal. Ik kan niet met een smerige, slimme meid gaan. En intelligentie staat hoog bij mij op de lijst, hè. Maar als je smerig bent, in mijn ogen. Maar nee, wees intelligent op een afstand. Oké. Zeg de les. Slim, man. Slim van jou, man. Weet je wat ook slim is? Douchen. Maar dat dus. En vanuit daaruit groeit het naar meer. Want dat bepaalt al van ja of nee. Mm. En weet je waarom ook dat hygiëne ding belangrijk is voor mij? Op papier. Laten we over relatie hebben. Mm-hmm. Op papier. Als ik in een relatie zit. Kijk, dan wordt het verhaal anders. Ik wil op papier alles met je kunnen doen. Wat bestaat in het verboden boekje. Ik weet niet of het bestaat, ik noem het zo. Mm-hmm. Als die bestaat, heb ik hem geschreven, doe ik net alsof ik het niet geschreven heb. Maar ik wil alles kunnen doen wat daarin staat. En een belangrijk onderdeel daarvan is hygiëne. Dat is het verhaal, I guess. Oké, dus dat is voor jou ook meteen de lijn van ik ga... Dus dat helpt heel erg als ik zie van, hey, she is... En iemand zei mij een keer, een vriendin weer van mij zei van, weet je wie jou heeft verpest? Jouw eerste vriendin, want zij was echt op zo'n next level. Hygiëne. Sunny. Dus daar is dat een beetje gebeurd. Maar kom op, hygiëne is belangrijk, toch? Nee, zeker. Hou jij van een snikkel die ruikt naar azijnzuur? Nee. Vind je dat fijn? Nee. Nee, toch? En vergeet de snikkel die ruikt naar azijnzuur. Maar een snikkel ruikt wel naar snikkel, dat moeten we niet vergeten. Een poenie ruikt ook gewoon naar een poenie. Heb je mijn snikkel wel eens geroken? Nee. Nee, toch? Of heb ik iets gemist? Nee, hè? Nee. Okay. Dus niet over één kam scheren, de snikkels. Nee, maar ik bedoel, ik vind altijd dat mannen heel gauw zeggen van... Ja, ze moet hygiënisch zijn, lalala. Oké, maar ruikt jou snikkel? Jij komt met je neus niet daar, dus je weet niet hoe dat ruikt. Hey, ik weet niet hoe het ruikt, maar ik weet hoe het wordt onderhouden. Ja. En ik durf best wel aan te gaan, test aan te gaan. Ondanks dat mensen douchen, deodorant zetten, parfum, hebben ze misschien nog steeds een lichaamsgeur. Klopt. Mm-hmm. En zo, die match misschien van ons niet, omdat wij niet bij elkaar moeten zijn. Weet je wat ik wilde zeggen met trots? Wat ik vaak heb gehoord, als ik dus onder de douche ben met een dame, is van ik heb nog nooit een man zijn dingen zo uitgebreid zien wassen. Ja, dat wil ik even erbij zeggen. Oké, dat is goed. Ja. Maar dus, zeg maar, mannen, er zijn heel veel vrouwen die onzeker worden wat mannen zeggen. En dat is dus onder andere met een poeniegeur, hè? Dat mag je niet hebben. Een vagina, een vulva, die hoort van nature een geur te hebben. 100%. En het ligt eraan welke feromonen je oppakt, of jij matcht, of jij daar warm van wordt of niet. Dus als jij denkt, dit ruikt niet helemaal lekker, kan iemand anders dat super lekker vinden. Mm-hmm. En doordat vrouwen daarvoor onzeker worden, gaan ze, hoe noem je die glamine? Lactaseed. Don't use it. En dan gaat dus de natuurlijke zuur weg. Dit is iets wat ik één om... Ik vertel jou over het hygiëneverhaal, toch? Mm. Dus dat houdt ook water, in. Water, it is. Dit houdt dus in
dat ik ook deze kant ben. Want ik denk graag mee. Met zeker als ik iemand heb waar ik mijn hart voor geef, dan denk ik graag mee. Maar het moet wel realistisch blijven. Hoe vind jij dat de vrouw harpoening moet wassen dan? Nee, I know it's... Weet je wat ik... Hey, nou, vertel. Hoe vind jij dat ik harpoening moet wassen? By the way. Laat de zien of vertellen. Vertellen. Even tussen haakjes. Zou je het laten zien ook aan een vrouw? Aan jou? Zou je het laten zien? Jawel. Ik ga je verhaal vertellen. Oké. Okay. Maar daarvoor wil ik zeggen, dit wordt een en andere blooper uitzending. Want ook dit is weer een blooper. Oh, yes. Let's go. Dus check. Je ponies. Omdat ik van de hygiëne ben. Ja. Wil ik nog wel eens... Laat me nog... Ik geef veel informatie. Maar fuck it. Let's go. Ik laat vrouwen niet zomaar in mijn huis. Ik laat niemand zomaar in mijn huis, by the way. En vrouwen ook niet, dus zomaar random chickies. Gaan we naar hotel, jouw huis, whatever. Vroeger in de bosjes, whatever. Niet in Mossel. Ben je eenmaal in Mossel? Dan heb je mijn handen als een prinses. Die inleiding is nodig om te vertellen van... Ja, en dan zijn we dus in de douche. En dan ga ik je ook baden. Dan ga ik je baden. Ik heb net seks gehad. Ja, ik was een beetje grof. Maar hoort bij de show. En nu is het prinsesgedeelte. Dan ga ik je baden. En dan ga ik haar dus baden. En dan pak ik zeep. En een keer had ik dus een meisje bij mij in de douche. En die ging ik baden. Geheel Gilly-stijl baden. Soppen. Want als je die zeeptablet, hoe is die tablet? Als je die zeeptablet net boven die billen houdt, hè, daar moet je draaien, dan ontstaat sop. En met die sop ga je langs heel de lichaam. Ja, dat het niet goed is voor je pony, toch, sop? Luister naar mijn verhaal. Dus ik ben die dame aan het baden, Gilly-stijl. Worden de lippen opeens zo dik. Nee! Allergische reactie. Nee. Ik heb dat nog nooit gezien. Zo, je hebt toch wel eens, je ziet het in films of in het echt. Ja, yeah. Oh, wat reactie erg. Van je lippen hier. Of zo, ja. Zo dik ook beneden. Nee. Door die zeep. My god. Door die gilly die zo nodig jou moest wassen. Dus nu voel ik me schuldig ook dat je daar met zo'n duck dingen tussen je benen zit. Oh, wat zielig. En paniek. Ja, tuurlijk. En paniek bedoel, maar, wat, wie moet ik bellen? Hallo politie, hallo brandweer, of wat doe je? Ja. Ja? Nee, ijsklontjes. Nu wil ik niet eens vertellen wat ik doe. Ijsklontjes. Ja, wat heb je gedaan dan? Nee, want... Nee, is raar. Vertel. Oké. Okay. Nee, maar is raar. Nou, maar ik ben een man. Just en ik ben een lieve man. Dus uit paniek... Zeg ik, rustig, ging ik erop blazen. Maar dat vind ik nog niet eens heel gek. Nee, dat is gewoon lief. Gelukkig. Ja, dat is gewoon lief. Oké, okay. Uiteindelijk, wat is gebeurd? Verhaal kort... wist zij de zelfrust te brengen. En zei van, gaat weggaan. Gaat vanzelf wegtrekken. Ik denk, niemand wist wat het was. Zij niet, ik heb het nog nooit gehad. Dus ik denk dat het een reactie is op die zeep. Ik zeg, ja. Want je hoort het niet met zeep te wassen. En zeker niet met die ghetto-ass zeep van 1,25. Mm. Maar hij ruikt zo lekker. Mm. Hij is wel goedkoop. En nu weten we waarom. En zij bleef kalm. En dus na 3 kwartier zag je het zakken. Ja? Zakken. Oh god. En toen zei ik, en nu heb ik een verhaal. Ja, maar was je echt opgelucht? Ja. En was ik opgelucht? Ja. Ten eerste, ik hou van controle. Ik had geen idee wat ik hier moest doen. Ja. En ten tweede, daarom gaf ik die inleiding. Als je eenmaal bij mij thuis bent, dan ben ik verantwoordelijk voor jou. In alles. Mm. In alles. Als je op een stuk glas trapt, een splinter, alles. Zo ben ik. Want dan ben je, leer je de andere kant kennen van Gilly. Mm. Dus ik voelde me ook echt schuldig. Ik zeg, ik heb je pussy opgefokt voor life. Yes. En niet in a good way. Oh, safe voor jezelf voor altijd zo lopen, hé. Hey, dan was ik nooit zo'n show begonnen en laatst aan de rin. Nee. Oh, wat erg. Dus mag je hier naar kijken, I hope je pussy's doing oké. Ja. Ik hoorde een keer een verhaal, ik was aan iemand aan het vertellen aan een man, dat het dus heel normaal is als een vrouw haar schaamlippen opzwellen en de clitoris, omdat... Jij weet dit weer, hè? Jij weet dit weer. Dus niet met schoonmaken, maar ook gewoon tijdens de seks. Als je opgewonden bent als vrouw zijnde... Ja, een vrouw heeft ook zwellichamen, net als een man. En eigenlijk is het heel normaal dat als een vrouw goed opgewonden is, dat dat allemaal opzwelt. En die zei, ja, maar ik vind dat altijd zo lelijk als dat eruit ziet. En toen dacht ik, ja, dus... Ja. Jij wilt dat ze minder geil is, zodat jij dat het er mooier uitziet voor jou? Echt. It's natural. Ja. Het feit als een vrouw dat nooit voor je doet, zegt meer over dat het wel gebeurt.
Ja, zie je hoeveel dingen, maar ik weet toevallig dat heel veel. Ik ken ook vrouwen, dat is een goede tip trouwens. Zij zegt dat het hielp en een ander zei dat het ook hielp. En toen ik interessant deed bij een meid, ik zei: weet je wat jij moet doen? En die zei: goeie man, helpt. Wat? Met yoghurt. Met yoghurt. Die schimmels van het yoghurt, ja, bedoel je? Met yoghurt wassen. Maar waarom? Niet elke dag. Want jij hebt het niet kunnen proberen. Dus waarom voel jij je als man zijn in de positie om vrouwen advies te geven over hoe ze hun poenie moeten bedoeld, wassen? Zeg, hey, weet je, maar ook met het verhaal van, zo'n chick en zo'n chick, misschien moet je dat doen. Daarom, ik heb het gehoord. Ja. Ze tip komt van, sorry hoor. Nou, mijn tip, gebruik gewoon water. Water. Ja. Ja. Okay. Ja. Water. Water, ja. En dan gewoon goed. En geen allerlei rare. Hey, wat vinden we van. En we hebben het nu over pussies, hè? Mm-hmm. Een look van een pussy. Ik weet natuurlijk wat ik erover denk. En ik denk te weten hoe mannen daarover denken. Mm-hmm. Maar hoe erg houden jullie met hoe ziet je pussy eruit? De jouwe mee te beginnen. Niet meer. Ik heb daar heel lang mee gezeten. Ja. Yeah. Komt net als heel veel andere mensen ben ik opgegroeid met porno. Porno was voorbeeld voor seks voor mij. Ja. Zie je alleen maar de pornopoes. En die is helemaal alles, helemaal glad, netjes. Je ziet niks, een soort Barbie eigenlijk. Ja. En daardoor schaamde ik me. Mijn vriendjes vroeger hebben nooit er iets over gezegd of iets. Maar ik dacht altijd wel. Ik was heel jong toen ik over een schaamlipcorrectie nadacht. Ja. Totdat ik eigenlijk, ik ben nu 30, op mijn. Nou, wat is het? 27ste, denk ik. Drie jaar geleden. Oh. Heb geleerd van, iedere vrouw ziet er anders uit. Juist. En dat is normaal. En dat leren we niet op school. Want op school zie je een piemel en in het boek zie je een vagina. En dat is een V'tje met een streepje erin. Ja. Getekend. Mm-hmm. En hoe meer ik in gesprek ga met andere vrouwen hierover, ook samen met Roni in een podcast, hoe meer erachter komt dat heel veel vrouwen hier gewoon schade aan ondervinden. Juist. Ja. Daarom stel ik ook de vraag. Ja. Dus het is iets van beseffen van wat jij net dus zegt. Hey, het ziet er allemaal anders uit. En we hadden het net over in het voorbeeld, in de blooper. Maar er kunnen ook momenten zijn dat die anders eruit ziet. Het is niet altijd één look dus. Nee. En het gekke is dat wij vrouwen er eigenlijk ook heel weinig over praten met elkaar. Van, het is niet een common thing om te vragen. Kijk, je ziet elkaars borsten en je hebt het wel over je borst. Ja, mijn ene is groter dan de ander. Dat is normaal om te zeggen. Ja, of ik heb donkere tepel of whatever. Ja. Maar over ponies praten, dat is zeg maar niet wat wij doen of zo. Nee, toch? Terwijl. Welkom bij Gilly's Love. Nou. Ja, maar mannen praten denk ik sneller over of zo'n grote, dikke, lange. Nee, mannen praten niet daarover. Oké, maar jullie douchen bijvoorbeeld met elkaar in voetbal. Ik zeg maar wat. Ja. Jullie kijken standaard naar mekaars. Het kan gewoon zomaar gebeuren dat je inderdaad van. Ja, toch? Maar dat hebben wij ook niet echt of zo. Het is gewoon niet heel erg bespreekbaar. En denk juist omdat. Dus als vrouwen samen douchen is dat. Maar jullie kijken ook, toch? Ja, maar wanneer douchen als vrouw zijn er samen? Nooit. Je hebt een gezamenlijke sportschool, je hebt een spa, je hebt een sauna. Ja, spa. Spa, sauna doe je op latere leeftijd. Maar met sporten bij meiden zijn de douches vaak in hokjes. Ja, bij mannen is het één grote ruimte. En bij vrouwen is het vaak in hokjes. Ja. Ik kwam er ook denk ik pas. Nou ja, ik had vroeger een vriendinnetje en die had dus een schaamlipcorrectie gedaan. Omdat ze echt last ervan had. Met de onderbroek of whatever. Toen waren we echt nog jong, hè. Ik heb het over 14, 15, zoiets. Maar ik heb me daar eigenlijk ook, moet ik zeggen, heel weinig mee bezig gehouden. En en ik denk pas ook de laatste paar jaar dat ik daar wat meer. Zie je? Ja, en kijk, dan ga ik hem weer klein maken en simpel. Want ik heb je die vraag gesteld. Maar dus nu ben jij zeker en meer geïnformeerd. Als je je pussy moest raten in look, hoe tevreden jij ermee bent. Mm-hmm. Als jij moest raten hoe tevreden jij bent met hoe je poontje nu eruit ziet. Van 1 tot 10. Dan zeg ik nu 10. Maar dat komt doordat ik mezelf. Dat is hoe je naar jezelf kijkt, hè? Ja. En daar zit het hem in. Hoe kijk je naar jezelf? We hebben het nu over poesies, maar dat geldt voor alles. Hoe kijk je naar jezelf? Wat zie je als je in de spiegel kijkt? Ja. Mensen kunnen je mooi noemen, maar wat jij ziet is wat jij ziet. Ja. Dat is het. Jouw poesie. Ik zou zeggen ook 10, maar dat is echt pas sinds heel kort. Ja, zeker. Ook kort, beide dus. Ja. Maar dat is niet omdat ik een afwijkende poenie heb of zo. Maar het is meer omdat ik gewoon niet voldoe aan die pornopoes. Ja. Ja, ja, ja. En omdat bij veel mensen in hun hoofd de pornopoes een 10 is. En omdat dus als mannen zeggen dat ze dat willen. Oké. Wat grappig is, want wij hebben heel veel gesprekken gehad. Ja. Waarbij mannen juist aangaven van, nou dat is helemaal niet. Nee, juist. Ook met daarom shavings eigenlijk trouwens. Ik zit naar jullie te luisteren. En, wat vind je van... Van? Wat is jouw visie daarop?
Op wat? Stel de vraag. Oké, hoe leg ik dit? Nou, gewoon waar wij het net over hebben. Wat is jouw visie van een pornopoes en wat heb je over het algemeen meegemaakt? Ja, pornopoes. Ik kijk best naar heftige porno, hè, als ik kijk. Dus pornopoes en die pornopoes is speciaal het voorbeeld. Oké, maar als we het hebben over de cliché pornopoes. Dus tucked in, niks verder, alles clean. Nee, mijn ervaring kan ik je vertellen van, ik weet bijvoorbeeld... Wat ik me kan herinneren, als jij mij deze vraag stelt, wat gelijk bij me opkomt, is dat ik vroeger geen fan was van waarbij die lippen heel erg naar buiten zo goed verhaai. En dat ik opeens met een dame die ik heel erg trok, dat uitspreekt niet goed hè, maar ik trok haar heel erg, ik vond haar heel erg leuk. Mm-hmm. Misschien hield ik een beetje van mezelf. She knows, als ze kijkt, of ik niet? Ik heb het niet over jou. Oh, nee. Nee, maar ik vond haar dus heel erg leuk. En zij had dat dus, but it didn't bother me. Dus het was gekoppeld, helemaal niet zelf. Het was geen issue. Nu denk ik daarover na, by the way. Ik heb nog nooit over nagedacht, dat doe ik dus nu. Oh, goed zo. Maar het was dus gekoppeld aan van, ja, je bent prachtig, alles aan jou is mooi. Sheer. Dus ik denk dat het ook is. De connectie die je hebt met de persoon, wat het heel erg... Nou, en misschien ook hoe meer verschillende vulva's je ziet, hoe meer je gaat zien van, oh, die is zo en die is zo. Dat, ja, ja. Dan besef je ook wat het verschil is. Ja, klopt. Daar zit het hem ook in. Ja. Want, maar, ik wil er wel bij zeggen. Ik hou wel van een... Want waar jullie het over hebben, porno poes, denk ik dan. Ik weet niet waar jullie... Dat denk ik aan die tekening, wat jij zag. Ja, dat doen wij ook. Nee, dat vind ik niks. Moet wel karakter hebben. Moet wel karakter hebben. Heb je een poesie karakter? Ja, sowieso. Nou, heeft jou ook karakter? Ja. Nou, waarom maar moet ik je lachen als ik dat zeg? Nee, ja, ik moet lachen, omdat er zit dus gewoon... Je vertelt zoveel info en ik heb zoveel vragen voor jou ook gewoon. Maar ik wilde even teruggaan. Want je zegt nu van ik hou van een poes met karakter en dingen. En ik ben gewoon zo benieuwd naar wanneer jij het onderscheid maakt. Want je zegt, als je een keer mee naar mijn huis... Nee, ik snap dat je niet iedereen in je huis wil. Maar hoezo behandel je iemand, een vrouw die in je huis komt... anders dan een vrouw die niet in je huis komt? Is zij dan minder waard voor jou? Nee, absoluut niet. Maar we gaan niet net doen of alle vrouwen hetzelfde zijn... of zichzelf hetzelfde opstellen of hetzelfde willen of hetzelfde verdienen. Dat ga ik Wauw, verhaal. Ja, die hetzelfde heftig. Verdienen is heftig. Nee, oké. Weet je... Ja. Luister, luister wat ik ga zeggen. Ik ga het nog enger maken en nog fouter. Weet je wat dat ding is met jullie sterke vrouwen? Wil ik bij jullie aankomen, dan moet ik mannen als voorbeeld nemen. En dat is wat ik nu ga doen. Oké, want jullie raken helemaal getriggerd door wat ik zeg. Dus ik ga mannen nemen. In hetzelfde verhaal. Niet elke man... verdient jouw 100% aandacht. Niet elke man geeft... je hebt mannen die geven bare minimum. Mm-hmm. Dan waarom zou je hem alles geven van Jamie Joy? Mm-hmm. Waarom zou je het beste geven van Ronnie? Waarom verdient hij niet hetzelfde als een andere man? Begrijp je me nu? Goddammit, ik heb dit altijd met sterke vrouwen. Nee, maar dan zeg ik toch überhaupt... Dan komt hij toch überhaupt niet. Dan ga ik ook niet in de bosjes, maar ga ook niet bij mij thuis. Ja, dus dan is het helemaal geskipt. Dat zeg je nu, maar je zegt ook dat je veel ervaringen hebt. Ja. En waren dat allemaal toppers? Nee, maar dat ben ik toch nu op dit moment. Ja. Ik ben daar toch nu? Juist. Ja. Ja. Oh, dus en jij zegt ik ben nu. Ik zou nu moeten zijn waarin je dan sowieso niet... In zega met vrouwen die volgens Elke mij niet waardig genoeg zijn. Elke vrouw is toch een godin? Wat zeg je? Elke vrouw is toch een goddess? Elke vrouw, haar lichaam is toch een tempel? Is dat zo? Misschien niet jouw goddess, niet voor jou. Maar het is toch wel iemand... Maar dan moet je toch überhaupt niet daar gaan? Respecteert en verdient. Dat, Die ben ik bereid te nemen. Misschien voor een ander, inderdaad, ja. Maar dan... Waarom wil je er dan gaan? Precies. Nee, ik wil er niet gaan. Oh, maar dan kan iedereen dus in jouw huis. Want dat zijn het allemaal vrouwen die je wel zou doen. Want we hebben want we hebben het ook eerder gehad dat ik zeg van... Ik ga niet zomaar hier en daar. Dat is dus waar ik nu ben. Ik ga überhaupt niet zomaar hier en daar. En vandaar ook. Dus daar ben ik nu inderdaad. Oké. Ja, dus je zou nu niet dus zomaar anderen in Dus wanneer ik praat, bosjes. Inderdaad... Maar dat is normaal, denk ik. Als we zo'n topic benaderen. Is het ervaringen en Ja. Maar als de vraag is vandaag de dag... Ja, it's true. Want waar ben ik achter gekomen? En misschien knip ik dit eruit, want ik maak een beetje te veel bekend over mezelf. Want ik ben er terug gekomen dat ik best wel een lieve jongen ben als het gaat om... Ja, wissing.
Wist ik niet, ja. Dit mag je er niet uitknippen. Nee. Als het nou per ongeluk leidt tot opgezette schaamlippen. Nee, erachter was goed dat ik je wilde wassen. Dus, ik wil helemaal niet een vrouw verkeerd behandelen omdat zij gewend is verkeerd behandeld te worden. Ik wil helemaal niet in en out, slam bam, thank you ma'am. Waarom niet? Want mijn pakket komt mee met een bepaald soort behandeling. Bepaald soort inhoud. Bepaald soort manier van praten. Want jij zegt, jij komt best wel heftig over, kan je voorstellen. Mm-hmm. Dat klopt. Maar ook heftig in mijn intenties. Dat je zegt van, wow, what a good dude. En wat ook kan gebeuren, is dat je dat dan weer te heftig vindt. En dat je dat niet kan handelen. Oh, ben ik niet gewend. En daarom, en dat, ja, je, dat, en dat je achteraf komt. Hé, hey, ik was dat nooit gewend. Ah, oké, ja, kom, nou dope. Dat kan ook. Maar valt daar dan niet met jou over te praten? Ex is exit. Oh ja? Zeg ik, ja. Oké. Okay. Ex is exit. Nee, maar ik bedoel meer van... Er zijn miljarden mensen op deze planeet. Ja. Nee, waarom teruggaan? Ja, ik zeg altijd, ik ga nergens naar terug. Behalve Suriname. Niet naar een oude baan. Niet naar een oude vrouw. Niet naar een oude situatie. Mm. Ik ga nergens naar terug. Van vooruit. Ja. Alleen terug naar Suriname. Oké, maar ik ga wel terug naar een uitspraak. Want ik ben heel benieuwd, zeg maar, of dit huidig is. Of heel lang geleden. Oude Gilly. Jij zei dus op een gegeven moment van... dat je ook wel situaties hebt waarbij je aan jezelf denkt. En I come first and you do you. Was dat tijdens dat seksding? Ja, jij zei I come first, 50, you do you. 5 of 50 minuten en dan... Ja, dat was op seksgebied. Ja, maar bedoel je I come first, you do you. Zo van, ik ben klaargekomen en jij doet je ding maar. Ik hoor jou zo praten en ik denk dat dat meer entertainment was dan... ik neem het te serieus. Hij geeft net heel lief aan dat hij heel lief is. Ja, daarom. Dus daarvoor was ik gewoon even benieuwd. Ja, het is even verwarrend. Het is vol tegenstrijdig irritering rammen. Mm. Hey, maar wat vind jij van een ongeschoren pussy? Heerlijk. Ja? Ja, heerlijk. Hygiëne toch? Niet dus. Dus wel. Ongeschoren? Ja, dan nee, weet je zeker. Nee, je zei geschoren. Nee, ik zei on. Oh, is bestond ook geschoren. Sorry. Ik verwerk niet eens anders blijkbaar. Ongeschoren. Oh. Maar wel netjes bijgehouden. Verzorgd. Ja. Ja, heb ik vaker hierover gehad. Is cool. Is goed. Verzorgd. Belangrijk. Ja. Maar ik ga liever voor de... Maar... Want... haartype daar beneden is ook anders bij vrouwen. Sommigen zijn wild. Die kant op in. Die kan eens de eentje snijdt. Dus daar heeft het ook mee te maken. Oké. Okay. Maar dat hebben mannen ook. Ja. Ja, nou, dan weet je toch. Of zeg even, maar dat tolereer ik. Tolereer jij dat? Nee. Nou, ik ook niet. En vind je van haar tussen de bil? Nee. Dus voordat je naar Gilly komt, moet je een Brazilian wax hebben gedaan. Of je benen in je nek om het zelf te doen. Nee, true. Okay. Nee, kom niet met... Nee. Dat zie je. Okay. En yoghurt in je poenieren. En yoghurt in je poenieren. Nee, kom niet met haren in je bil. Dat is echt... Want je wilt er bil eten. Kom niet met haren in je bil. Want je wilt er bil eten. Nee, ik wil niet het idee hebben dat ik met een of andere... Maar als je er niet mee te maken hebt, wat boeit het dan? Nee, maar ik hoef niet... Ik ga het zien. Want Doggy is een van mijn favoriete sannies. Dus ik ga het zien. Begrijp je? Maar en ik vind het wel bil. Leuk. Wacht, ik kom daarop terug. Maar ik vind het wel leuk... Wat ik leuk vind, is... en dan gaan we direct naar billen als je het daarover wil hebben. Ja, ik wil het even billen hebben. Ik kom mijn vragen terug, hè. Want dus, ik heb een hele leuke iets wat ik aan je wil vragen, ook daarna namelijk. Ik heb een hele leuke iets wat ik wil aanbieden. als jij, wat ik leuk vind als je Dori staat, is dat die... Dat die bil je zo voorhaarloos aankijkt. Zo. Weet je, dat... Vraagt erom bijna. Weet je, dat idee. Okay. Maar als daar dan haren omheen zit... Dan lijkt het op een verwaarloze Gilly. Hmm. Nee, werkt niet. Oké, maar hold up. Even, want ik krijg echt weer een error in mijn hoofd. Okay. Ik heb je nu... ik liet je af de hoek, maar ik hoor het nu een paar keer. Als je die doggy geeft, hebben jullie doggy of geef jij die doggy? Geef die doggy toch. Je hebt al samen... Nee. Ja, je hebt al samen seks. Yo, als jij samen seks wil hebben, hebben we samen seks. Maar tijdens dat samen seks is een hoofdstuk. Waar ik je doggy geef. Oh my god. Oké. Back to I'm the gonna ass. Let it go. Ja, dat was niet weg geweest. Back to the ass. Ja, maar wat heb jij met asses dan? Zo,
Nee, ik ben gewoon heel erg dat ik in een man zijn hoofd wil weten en kijken waardoor bepaalde overtuigingen komen. Waardoor komt het... Ja, het voelt bijna als overtuiging van jou. Het groeit er toch? Ja. Het is aan het weg, het is er. Aan en ook zo haar bij een vrouw. Nee, luister. Als ik dat soort hippie vrouwen... ik word boos, hè. Maar het is de natuur. Ik word boos. Het is de natuur. Er zijn meer dingen natuur, hè. Ik ga ze niet opnoemen. Een scherm is geen natuur, natuur, hè. Er zijn meer dingen natuur, hè. Er zijn heel veel dingen natuur. Om voorbeelden bij te halen is te makkelijk en is niet leuk. Want het zijn hele enge voorbeelden. Maar, ik ben wel echt heel benieuwd. Nee. Om het kort te houden. Geen oksehaar. Fuck all that shit. Het is 2021. Leuk dat je hippie bent of feminist of wat je ook bent. Niet doen. Is niet sexy. I don't care what you. Is niet sexy. Jij vindt het niet sexy. Welke man vindt het sexy? Dus oh, nou, mannen, toevallig ja. Welke heb ik gisteren man vindt een man dat sexy? Oh, ik heb gisteren een man gesproken en ik vroeg hem precies dezelfde vraag. En hij zei, als een vrouw dat kan rocken... Als zij het gevoel heeft dat zij dat oont, dan vindt liegt. Hij het ook nice. Nou. Hij wil scoren in het gesprek. Nee. Want ik heb dat niet. Wat ik vind het ook niet nice. Nee, bij mezelf. Maar hij, wat hij dus nu doet, en je ziet het effect ervan... Hij is nu dat je zegt, nee, maar ik ken een goede man. En hij is een goede man. Hij heet Kerens. Whatever. Jij bent net zo'n goede man. Hij heet Gilly. Nee. Maar ik denk dat woordgebruik wel heel belangrijk is. Net als dat je zegt, ik geef het. Of dat is niet sexy. Nee, jij vindt het niet sexy. En dat was geen vergissing. Ik geef het in de Ja, oké. Okay, maar ook zeg maar, dat is niet sexy. Nee, jij vindt het niet sexy. Ik ben ook niet van de okshaar. Ik haal het ook wel, omdat ik het niet voel. Ja, ik maar ook ik vind wel, en haar als een vrouw, vind, ja. Wie ben jij als man zijn en dan om haar te verplichten dat ze het dat weg moet halen, terwijl het natuurlijk groeit? Als het jou en die 32 feministen die hier naar kijken blij maakt, ben ik bereid om te zeggen, die 32 ik vind het niet sexy. Juist. Dankjewel. Dat is het. Ik ben er voor je. Dankjewel. En ik geef je een stem. Compromis. Dames. Ja. Verbreken. Oké. Okay. Die zou me wel likken. Die zou me wel likken. Ja, dit niet. Dit is echt niet normaal. Ik wist niet hoe die jongens liggen. Ze staan nu aan. Ik niet. Ja, hersenen aangezet. Jullie hebben me nu dan een beetje leren kennen. Een beetje dan. En ik jullie. Ik ben dan eigenlijk... Je ziet wel een beetje bij mij licht, een beetje traditionele man, hè? Met de waardes en met de ideeën. Of het nou klopt, volgens jullie of niet. Ja. Relax. beetje holbewoner type dinges af en toe. En dat ook in connectie met speeltjes. Oh jee. Ja. Ik ben nooit verder gekomen dan een kokring. En zelf die kokring was heel veel voor nodig om mij te overtuigen. Maar toen ik het eenmaal deed, zei ik, oh ja, is wel een beetje leuk, man. Ja? Ja. Wat vond je er leuk aan? Het was gewoon lekker. Okay. Het stimuleerde en het deed het voor mij. Mm. Verder dan dat ben ik nooit gekomen. Waarom? Mijn interesse is nooit... En het moest van iemand komen, zoals je zag, dus ik kom mezelf niet mee per se. Oké. Okay. Ik heb wel een kleine dingetje zoals een zweepje hier en een dingetje over je rug. Dat soort kleine onschuldige dingen. Dus ik dacht, hé, ik kan het heel makkelijk doen en alles richting jullie gooien. Maar ik ga mezelf kwetsbaar opstellen. En mijn vrienden van... ik ga het even erbij pakken. Oh, leuk, oké. Okay. Mijn vrienden van Pleaser. Jullie worden al helemaal enthousiast, zie je? Jullie zijn de eerste om dit mee te doen. Mijn ogen gaan helemaal staan. Let op, mijn vrienden van Pleaser. Heb ik gevraagd van, hé, jullie hebben speeltjes. Geef me een paar speeltjes. Misschien kunnen deze twee dames mij iets enthousiaster maken over speeltjes. Sowieso. We gaan beginnen. Jij wil die bovenste. Ja. Waarom die bovenste? Dus kijk. Je vraagt net aan, waar is dat een billen? Oh ja, een billending. We stopten bij een billen. Je hebt iets met billen. Dus jij bent ook van hem, want dit is een buttplug. Ja. Ik ga hem even openen, ja? Ja. En dan moet je mij uitleggen ook, hè, het idee en dus een beetje verkopen aan mij. Okay. Waarom dus, en nogmaals, traditionele man, halfholbewoner. Hij is ook echt pretty. Man. Hij is sexy, dus voor iemand die geen verstand die heeft, zag ik van hij is sexy. Ja? Oké, okay. Er zijn hier drie van deze dingen. Ik pak meteen de grootste. Juist, nee, dat kan niet.
Er zijn dus drie maten. It's on the right order. En jij denkt, oh, ik wil die gebruiken. Dat denk ik helemaal niet. Ik wil aan jullie vragen, dames. Wat is de bedoeling van dit? Het heeft een diamant. Ja, kijk hoe mooi. Ja, dus jij zegt, je geeft net aan dat je van doggy houdt, toch? Ja. En stel je voor dat je dit zo ziet bij de bil. Oh, waarbij ik het net over had. Nou, dat gaat toch dan helemaal... dat is niet verwaarloosd dan in dit geval. Nee, maar dit is wel even te groot, hoor. Mensen denken dat we meteen aan wacht, die gaan. Wacht, relax, relax. Moet even ik pak hem even moet het opbouwen. Laat me die kleinste pakken dan. Ja. Er is een kleinere. Nou, dit is ongeveer net zo dik als een vinger. Toch? Nou, nee, iets dikker. Nee. Maar dit is een buttplug en dit zet je in je anus. Zo simpel als dat je het uitlegt. Nee. Maar hiermee heb je niet aan mij verkocht, hoor. Waarom zou ik zeggen van ja? Nee, kijk, extra stimulans bij een vrouw, sowieso ook bij de man trouwens, is... nee, dit kan jij bij. Dit is jouw... Nou? Dit is jouw ding. Breng het bij de man, als een man het gebruikt, heb je de prostaat in de anus zitten. Wacht. Ik hou dat kort. Nee, ik hou dat kort. Dat is dus heel opwindend wat de orgasme intenser maakt. Een vrouw... kan niet door anale stimulatie klaarkomen, maar ze kan wel een heftiger orgasme krijgen. Heel door wanneer heftig. Ze op een andere manier gestimuleerd wordt, dus door de clitoris of de G-spot en anale stimulatie erbij. En dan pak ik ook even eentje. Wat dus een buttplug, zeg maar, ideaal maakt. Eerst doe je het met je vinger. Dus je gaat eerst de anus masseren, goed insmeren met glijmiddel, heel veel glijmiddel gebruiken. Yeah. Eerst een vingerkootje erin, want je moet echt langzaam opbouwen. Ja, je kan het niet in één keer erin douwen. Ja, nee, toch? Dat is wat mannen willen. Die willen in één keer, hup, we gaan aan. Nou, kan niet. Je moet echt de tijd ervoor nemen. Ja. En wanneer dat allemaal goed voelt en lekker gaat, want ook anale stimulatie hoort pijnloos te zijn, kan je dus overstappen naar zo'n buttplug. Eerst de kleinste, als die gaat, groter. Maar die heeft dus dat puntje om ook steeds een stukje. Dus je doet niet in één keer zo, het is steeds een stukje. En de anus die zuigt eigenlijk alles op, dus daarvoor heeft het die stop, zodat je hem niet kwijtraakt. Juist. Maar wat ik heel leuk vind aan deze, het is staal. Juist. En staal neemt je lichaamstemperatuur aan, maar kan je ook zelf verwarmen. Dus als je dit onder de warme kraan houdt, dan voelt dat veel fijner als je het inbrengt. Ja, dat klinkt, ik kan me voor. Dat zou ik wel bij een dame willen doen. Nogmaals, ik ben hier aan het scoren. Sorry. Ik zeg je eerlijk, hij gaat gelijk goed vanaf het begin. Oké. Ja, want ik denk nu van je wordt geïnteresseerd. Dat komt door jouw uitleg, maar ook door je enthousiasme. En je bent dat ding aan het friemelen. Je kan het loslaten. Nee. Je wil hem gebruiken, hè? Nee, ik heb deze anders. Oh ja, oké. Okay. Staal ook, die van jou is ook staal. Nee, dus, nee. Want het verhaal is dus belangrijk. De tip is, hij warmt op. Ja, dus houd lekker onder de warme kraan. Want dit is koud. Als je het nu vast hebt, dit is koud. Ja, het is echt koud. Dus je kan het ook even in je handen houden. Maar als je hem opwarmt, dan voelt dat wel fijner aan. En dan zit er zo'n dingetje bij. Ik weet wel, Bullet, hè? Hey! Bullet noemen ze dit. Ja. Vertel het verhaal van Bullet. Dit is om een clitoris te stimuleren. Ja, maar dit tegelijk is ook echt top. Waarom? Omdat wanneer je dus opgewonden bent, sowieso bij je clitoris of bij je vagina, dan ontspan je natuurlijk meer. En je anus heeft echt ontspanning nodig om dit er überhaupt in te krijgen. Ja. Dus als je dit tegelijkertijd op je clitoris houdt en dit in je anus, dan heb je een top. Hou je van anale seks? Ja. En weet je waarom ik dat vraag? Omdat jij legt dus net duidelijk uit, een man heeft daar nog een plek, wat dus eigenlijk verklaart van ja, dat wint mannen op. Mm-hmm. Maar een vrouw heeft niet eens zo'n plek daar. Ja, wel. Oh, wel. Maar we kunnen daar niet puur van alleen klaarkomen. Nee. Oké. Een van jouw favoriete dingen? Anaal seks? Nee. Dus in de top 5? Staat die wel. Dat wel. Oké, nou top 5 is wat. Ik ben wel heel enthousiast over dit setje. Want meestal zie je niet een bullet erbij. En dit setje geeft dus... Dat hebben ze goed gedaan? Ja, hier geef je dus mee wel aan van... Hey, stimuleer ook andere gedeeltes en niet alleen de aan. Dat vind ik top. Ja. Oké, en verschillende standen neem ik aan. Ja, en je kan erin, je kan erop, je kan tepels masseren, je kan rondom de anus, je kan hier zoveel dingen mee het doen. Het is dus niet alleen area daar. Nee. Goed voor voorspel. En past gewoon in je tasje, dus je kan overal gebruiken. Dammit, ik wist dat jullie de juiste mensen waren. Zie je? Niet dat ik het ga gebruiken, maar... Waarom niet? Ik ga niet. Nou, misschien wel, maar bij mij zit het dan vooral de juiste partner. Dus stel je voor, wij zouden hier in een andere flow zijn en je zou het zo bij me brengen. Nou, dan zou het echt moeilijk zijn om niet te zeggen van, hey. Laten we dit uitproberen. Let's go. En het is ook gewoon heel mooi. Ik vind dit zo mooi, die achterkant. Dus ik weet niet hoe ze eruit zien, maar dit ziet er sexy uit. Ja. En dan deze bling bling. Pakt hij weer die grote? Ja. Nee, dus doet hem niet. Sorry. Maar je kan ze wel kwijtraken, hoor. Dit is volgens mij ook gebruikt. Wat? Dat kan. Het was zo open dat dit is niet bij mij gebeurd. Dit is...
niet waar eigenlijk. Nee. Ja, dit is zo'n nee, echt niet. Nee. Een vriendin van mij. Ik zweer het. Want ik was daardoor dus bang geworden. En daardoor ga ik je mijn verhaal vertellen. Dus toen ik dit voor het eerst gebruikte, heb ik het de hele tijd zo vastgehouden. Dus ik voelde me echt niet comfortabel bij. Omdat een vriendin dus van mij had verteld. Maar dat is hem dus ook niet. Dat je met gespannen... Nee. Maar nu is dat anders. Maar een vriendin van mij is het wel kwijtgeraakt dus. En die heeft echt hard moeten persen daarna om het eruit te krijgen. Het verhaal was net zo lekker. Ja, sorry. Maar mensen moeten wel weten dat je hier wel gewoon zorgvuldig mee om moet gaan. Gilly's Love Line. Informatief, hè? Ja. Maar, hey. Oké. Okay. Volgende. Bordplug. Ja. Ik kreeg deze te zien. En I'm not gonna lie. Had meteen mijn interesse. Ja? Want deze shit is dus voor beide. Oh. Om te genieten. In de zin van, ik had het net over kokringen. Deze motherfucker heeft dus een kokring en dit gaat in of in de pussy en je kan hem dus ook omdraaien afhankelijk van de standje en dat jij dubbele penetratie is het verhaal hier met doe ik het goed? Ik speel een hele expert hier voor dames die echt expert zijn. Ja. Je moet lang indrukken. Ja. Kijk. Is hij flexibel? Ik zie dat. Ja. Ja, hij is wel flexibel genoeg. Ja. Ja, om te doen wat hij moet doen? Nee, ja, dat is belangrijk, want niet iedere vrouw haar lichaam is hetzelfde. Dus... Maar ik schrok, hè? Maar kijk, je hebt dan dit. Die ribbels. Maar dan kan die heftig. Ja, natuurlijk. En voor mensen die bij Spotify aan het luisteren zijn, dit is wat ik in mijn handen heb. Ik heb dit nog nooit in mijn handen gehad, by the way. Nee? Oh my god! Hoe oud ben je? Niet oud genoeg om dat heel vaak in mijn handen te hebben gehad, blijkbaar. Maar die ribbels, dit is wel top. Ja. Die ribbels... Is dat hem? Wat doen die ribbels? Extra stimulans. Ja, maar dit kan je zowel alleen als samen gebruiken. Dus dat maakt het heel leuk. Je kan als vrouw alleen dit inbrengen. Je kan als man alleen dit gebruiken als masturbator. Ja, dus dan heb je hier je penis om en dan ga je op en neer. Oké, visueel, ik ga je zeggen voor, weet je, want ik ben nog één volgens mij van die laatste mannen die zoals, hoe moet ik dat? Nee, ik ga moet beter niks meer zeggen. Maar, je houdt niet van het term piemel. Ja, dat is raar. Dat maakt het raar. Dat je kan het toch gewoon als een roze ding zien. Nee, gaat niet lukken. Oké, nou in ieder geval het kan. En je kan het dus samen gebruiken, inderdaad. Ja. Dus ja. Maar hij zit niet heel... Het is niet heel strak. Nee, maar dan moet zo. Je hem vasthouden. Dus als dit je penis is, dan hou je hem vast. Dan ga je... Je hebt het al helemaal ontdekt, hè? Ja, maar bij de man zitten ook van job. Die... Zitten ook van die extra dingen. Stimulatie. Ja. En hier kan je hem opladen. Maar ik zeg je eerlijk, ik dus... En nogmaals, ik ben dus zo leek, groen, ik weet niet. Ik keek naar dit en kreeg al gelijk ideeën erbij. Dacht van, oh ja. Wat was maar, gelijk jouw wilde fantasie dan? Nou, dus die dubbele penetratie zonder dat een andere gast erbij hoeft te komen. Oh. Ja. Maar zou je dan ook, stel, want dat is jouw wilde fantasie. Voel jij je echt als in je mannelijkheid door dan te denken, oh, dan doe ik een voorbinddildo om met een penis die lijkt op een penis. Zeg maar, met een dildo die lijkt op een penis. Dat gaat niet worden. Dat dan weer niet. Dat dus je wil dan wel zo dan wel dat. Ja, want kijk, en dat is waarschijnlijk wel waarom ze zo hebben gemaakt. Dit lijkt niet op een penis. Het lijkt niet op een penis. Kleur is hem niet. En hij trilt. Dit is gewoon een machine. Hmm. Is een machine. Nee, maar dat is raar. Je kan heel politiek correct willen zijn. Of weet ik veel. Sommige dingen kloppen gewoon niet. En als dat jou niet stort. Dan ben je dus niet. Dan raak je opgewonden van iets wat op een piemel lijkt. Dit vind ik oppervlakkig. Ja, nee, vind ik. Want het zou, nee, oké, vergeet dat. Het zou mij storen. Het zou mij niet lukken. Het is niet voor jou. Ja, dat zeg ik. Ik praat vanuit mij. Maar ik kan me voorstellen dat het wel voor een ander is, maar niet voor mij. Okay. Ja. Want? Nee, gewoon. Okay. Nee, want ik moet opkomen voor deze... Ik vertegenwoordig de holbewoners, hè? Ja. Oké. Deze vond ik gewoon grappig, al is het alleen marketing-wise. Deze is leuk. Deze is leuk. IJs, hè? Maar ook gevaarlijk, dit moet je dus goed verstoppen. Die kinderen moeten hier niet bij kunnen. Ja, of het is juist niet zo erg als ze het veel vinden. Want kinderen die zoeken overal en die vinden alles. We weten en dan denk is. Je, nou ja... Nee, dat denk nee? ik niet. Oh. Zeker niet. Ja, zou jij zo reageren? Dan heeft dat te maken met je zachte karakter of zo. Ik zou niet blij zijn. Je hebt toch ik... die film Bad Neighbors? Dat kind die vindt dan iedere keer die dildo. En dan doen ze die dildo een jurkje aan. Omdat het kind ermee blijft spelen. Ja. Zo, en je hebt je nieuwe pop. Ja, dat is een film dus. Nee. Maar check. De olala. IJsje. Aangezien ik niks hoef uit te leggen en niks kan uitleggen. Wat is dit? Wie gaat? Jij. Ja? Kijk eens. Je is over nagedacht, hè? Pas bij je trui. Dit is een wandmassager.
Meestal komen die heel groot. Als microfoon. Maar dit is een klein ijsje. Heel cute, heel schattig. Leuk om te hebben. Ik vind het nice. Leuk, toch? En dat is dus om de clitoris, de uitwendige clitoris, mee te stimuleren. Want veel mensen niet weten dat de clitoris ook van binnen zit. Ja. Maar hiermee stimuleer je uitwendig. Dus door gewoon rondjes te draaien op dat kleine bobbeltje. Heel zacht. Ja. Ja, en onderzoek wijst uit dat dat voor de meeste vrouwen zorgt het voor een hoogtepunt. Ja. Ja. Jullie, hij is leuk toch? Ja, hij is zeker. Leuk, ziet er goed uit. En trouwens, als er iets gevonden moet worden, dan liever dit dan dat toch? Roze ding absoluut, wat je net zag. Ja. Dat zware stalen ding. Ja. Ja. Dus als, daar ben ik het dan weer mee eens. Maar zo heftig? Ja. Is dit jouw standje? Ja, hè? Ik zie jou aan voor dit standje. Iets maak lekkers bij je doet en dat moet lang indrukken. Zelfs okay, als je lekker maakt eens uit. Ja, ja, ja. Ik weet het echt niet, hè? Ik denk dat boekje ook zo. Dus ja, ik zag deze. Ja, zo'n ijsje. Ja, een ijsje. Oude ijsje. Dus je moet bedenken, ik heb deze geselecteerd, dus als leek. En dit trok mij aan, maar dat is dus dan een goede keuze. Dus ik ben goed op weg. Ja, nu zeker weten. Ja. Dus als beginneling, welke zou jullie zeggen? Nou, begin hier dan mee en doe dit. Die. Ijsje. Ja. Dit? Ja. Dus om haar te stimuleren en leuk. Okay, leuk. Maar nu vraag ik me af, hè. Stel, want jij hebt geen relatie. Dus je schaft dit aan. Goeie vraag wat nu gaat komen. Ja, ga je dat dan op verschillende vrouwen gebruiken? Nee, ik ga wachten. Mm-hmm. En vergeet relatie. Want ik ga wachten totdat ik weer iets heb. Voor mij hoeft het niet per se een volle relatie te zijn. Het kan ook moment zijn. We kunnen ook gewoon goed gezellig met elkaar hebben. Ja, zonder het echt om de vibe gewoon. Zonder het gelabeld te hebben. Mm. Maar wel goed begrijpen van, hey. Want ik hou niet van dingen uitspreken per se. Mm. Er is een moment dat ik wel behoefte eraan heb. Ja. Maar soms moet het gewoon zijn wat het is. Ja. En dan gaan jullie in een flow. En in zo'n flow zeggen, hey, hou je van ijs. Okay, maar dan blijkt het niet zo fijn te zijn met de chick. Jullie zijn over. En je leert iemand anders kennen die leuk is. Zeg je dan weer, hou je van ijs? Nee, maar dat, weer zo'n moment. Want ja, maar gebruik je dan niet... Mijn vraag nee, is gebruikt... Weg, toch? Dat toch? Is de vraag. Van, zou je het op meerdere... Ja. Nee, is dat de bedoeling? Nee, ik heb geen jullie moeten... Uit mezelf zou ik dat niet doen, want... Je kan toch cleanen? Nee, ik zou dit... Je zou het weggooien. Ik weet niet, is dat normaal? Ja, ik vind... Vind jij het als vrouw? Jij vindt het niet erg als iemand iets op jou gebruikt wat bij een andere vrouw is gebruikt? Ligt eraan hoe schoon het is gemaakt. Maar jij zegt dat je heel schoon bent. Het is zeg maar bij mij... Al is het schoongemaakt. Het idee alleen al. Nee, dat vind ik. Over het idee kan ik me wel heen zetten. Ja. Maar het is meer... Ik zou dit nu ook... Ik ben nog ook niet zo ver dat ik zou zeggen, ja, let's go. Alleen ik probeer nu wel over na te denken dat ik denk, ja, dit glas hebben ook meerdere mensen uitgedronken. Dus check. Ja, als we zo gaan praten. Ja. Maar check. Het is toch zonde anders? Nee. Is zonde. Maar je hebt nu met mij te maken. Ja? En ik ben dit niet gewend, hè? Mm-hmm. Dus ik zie me voor me hoe dat is. Baby steps. Het lijkt me veel doper dat als ik zeg, Aroni, welkom. Ik heb iets leuks. En dat ik hem dan open scheur. Oh, dat is nieuw, hè? Dat is toch veel leuker? Dat is leuker. Dat is toch veel leuker? Dan dat je dit alleen. Dat is toch veel leuker? Ja. Dan dit. Hey, Aroni, check me. Ronnie, check, ik heb iets. Ja of nee? Ja, zeker. Maar dan kan je het beter geven inderdaad aan die vrouw. Juist. Of je mag dus het heel dat moment, ik hou van dingen creëren. Dat, ja. Dat is zo... Dat is wel, je doet er nog net geen confetti, denk ik. Nee. Slingers. Ja. Thema. En ik ben van de thema's. Ik zeg alweer te veel. Oh, je bent van de thema's. Ja. Ga je ook naar dat soort feestjes? Ik ga jullie weer uitnodigen. Gaan hey? We weer, ga je ook naar dat soort feestjes? Nee, dat niet. Je begrijpt me verkeerd. Als wij in een... wat ik dan wel eens deed... sommige dingen kunnen gewoon... Zo eerlijk als dat ik ben... Sommige dingen kunnen gewoon niet op camera. Just saying. Het is vervelend om te zeggen voor jullie... Maar ik ga jullie behind the scenes vertellen. Okay, moet wel, kan niet. Okay. Ik wil geen mensen beledigen zonder dat mijn bedoeling is. Okay. Als ik mensen beledig... Dan moet het mijn bedoeling zijn. Maar dan doe ik het goed ook. Ja. Okay, ik ga dit even wegzetten, ja dames? Ja. Mag ik je dan alvast voorbereiden op een vraag vanuit mij? Kom, gooi je komt er niet onderuit. Hoe sta jij tegenover als een vrouw jouw bil wil likken? Hij moet wachten. Heel lang stil. Het is verdacht lang stil. Je komt niet meer terug, hè? Ik ben stil omdat ik dit in de microfoon wil uitspreken. In het verleden. Nee, in het verleden. Als een dame mijn bil... Likte, want
Het is nu in de mode en shit. Mm-hmm. Maar ik deed sommige dingen voordat ze in de mode waren. Hè? Even tussen haakjes. Oké. Okay. De eerste keer dacht ik dat ze me gay had gemaakt. Maar toen was ik heel jong. Dus werd ik boos. Wat zielig. Ja, ik was heel jong. Nee, maar dat je zo geconditioneerd was van dat is gay. Meerdere mensen waren. Ja, tuurlijk. Maar check. De tweede keer zat ik met mijn benen in de lucht. Mijn benen zaten in mijn nek. Heerlijk, yes. Vandaag de dag. En dan komt weer iets. Ga ik het weer verpesten bij jullie feministen. Oh god. Want voor mij was dat dan ook de laatste keer dat we elkaar ontmoeten. Waarom? Want daarna, weet je, wat gaan we doen? Zoenen en zo. Zo dacht ik toen. Daarna? Zo dacht ik toen. Nou, ja, dat is je beeld gelukt. Dat was gewoon van, dat is eigenlijk ook mijn afscheid. Goed afscheid. Hey, yes, lobby. Maar vandaag is ze volgens kerel. She. Wat is dit? En ja of nee? Ik maakte net de opmerking over verliefd zijn, liefhebben. Ja, ja. En hoe belangrijk hygiëne is, zodat ik op papier alles kan doen wat ik wil doen. Mm. Dus als ik al met dat idee rondloop om alles te kunnen doen dat ik wil doen, dan heb ik je vraag toch al beantwoord. Het kan gewoon zomaar per ongeluk expres gebeuren, hè? Oké. Okay. Maar doe je het dan ook scheren? Ja, dat wou ik ook vragen. Oh, dat is de goeie. Dat niet. Kijk, dat is oneerlijk. Maar check. By the way, is niet eerlijk en is ook krom. Want wat ik wel doe, hier heb ik het al over gehad in de show. Ik scheer, hè? Altijd, want ik wil vrij spel. Niet alleen voor mij, ook voor jou. Mm-hmm. Niets moet storen. Ik wil dit niet. Ja. Vissa, we zijn bezig. Niets mag onderbreken. Dus dat. Dus ik scheer standaard. Maar ik ga niet. Ik zie mezelf mijn reet al scheren. Dat gaat hem niet worden. Je kan toch naar naar salon? Je verwacht dat van haar dat toch ook? Dat zie ik ook niet. Dat zie ik ook jawel, niet. Jawel, dat ja, maar, ga je beeld maar, van wachten. Maar de illusie dat mannen en vrouwen dezelfde moeten doen, doe ik niet aan mee. Sorry. Daar doe ik niet aan mee. Dat is, hoe dat noem is je het ook alweer? 2021, ik doe oppervlak. Dat niet. Oppervlakkig. Ja. Nee, maar real ook. Want je gaat mij niet iets aanpraten. Van de, maar hoezo? Hoef jij niet te flossen, maar ik wel. Ik vraag, weet je wat ik nog nooit heb gedaan? Hey, wil je mijn reet likken? Dat hebben we nog nooit gedaan. Laten we daarmee beginnen. Dus ik vraag er niet om. Laten we daarmee beginnen. Oké, maar als ik er ook niet om vraag. Dus stel je voor, ik zou iemand zijn, disclaimer, ik doe dat wel, mijn pony scheren. Maar stel je voor, ik ben een voorstander van niet mijn pony te scheren. En jij, netjes. En jij gaat daar, zonder dat ik daarom vraag. Mag je niet zeuren over dat ik het... Dan ga ik niet daar. Als ik zo doe, en ik zie boes, boes. Nee, verzorgd. Verzorgd. Nee, verzorgd is cool. Oké. Verzorgd is cool. Dus al heb je zo'n Westside teken gedaan. Ik kom van de Westside. Wees creatief. Maar als het onverzorgd is, ik trek nou meestal onverzorgd. Dan denk ik, ze hebben een tijdmachine terug in de presentatie. Trek hem weer omhoog. Ik ga hem nu horen, man. Oh ja, zou je dat zo zeggen? Ik weet dat het mis gaat gaan tijdens daarom. Dat waarom eraan start. Het gaat me storen. Ja. En weet je wat dan gebeurt? Krijg ik dit weer. Is niet erg. Maar het is jouw schuld. Ja. En een vinger erin. Waarin? Bij wie? Bij. Het is net als toen je hoorde dat ik een ram was. Is het dat ook? Is het datzelfde? Bij jou. Nee, maar die van mij is nog realistisch. Bij jou was het ram. Bij mij is het vinger in mijn reet. Hij rijdt helemaal gewoon look out for error. Nou, dan heb je antwoord. Dan hoef ik geen antwoord meer te geven. Terwijl daar echt een goede stimulatie. Ik hoor het, maar blijkbaar kan kijken naar zo als ik dit. Ik hoor het, maar blijkbaar heb ik het niet nodig om een have a good. Ja, maar je weet niet als je iedere dag pasta eet. Weet je wat ook lekker is? Heroïne. Schijn een hele lekkere boost te geven. Ga maar proberen. Je weet niet. Moet ik verder gaan? Of zijn we er al? We zijn er al, hè? Ja, oké. Okay. Oh, wij willen daar namelijk heel graag van af. Dat mannen dat gewoon oké vinden. Dat jullie het niet direct linken aan gay zijn. Ik heb niks van gay opgenoemd. Nee. Maar dat zeggen wij. Dat een vooroordeel is waar veel mannen het niet willen. Nee. Als je dat doet. Ik ken een dude. Die ook nog openlijk erop over praat en shit. Ja, top. Ik zeg, top. Ik zeg, ik heb bewondering voor je creativiteit en hoe open je staat voor shit. Ik heb daar oprecht bewondering voor. Ja. Ik zou dat niet doen. Maar ik vind wel, weet je, als je stiekem zou doen. En dat, maar hij zegt gewoon openlijk. Ja, en zoals het hoort. Waarom moet je stiekem doen? Ja. Nee, precies.
Maar nee, ik heb dat niet nodig. Ik kan wel mijn vinger in jouw reet douwen. Oh. Twee zelfs, als je wil. En een buttplug met een diamant erachterop. Wat wil je nog meer? En hij vibreert. Ja. Maar nee, dus geen fan. Maar als jij, want... Kan er is, ook twee niet van jou douwen. Wat zeg ja, je? Ja, kan ook ik twee niet van jou. Ik heb net gezegd dat ik daar niet de behoefte aan heb per se. Nee. Nee. Nee, maar zeg maar helemaal terug naar het begin met opmerkingen maken. Ik weet dat we hier nu voor de lol zitten en zo. Maar zo'n opmerking kan je... Dus wij hebben ook niet gezegd dat het oké is om dat te doen. Om wat te doen? Dat je nu zegt van ik kan hem wel in jouw reeds stoppen. Yeah. Twee zelfs en vibrerend. Yeah. Dan krijg je hem terug en dan zeg je nee, wacht. Nee. Ja, dan zeg ik nee, hoeft niet per se, punt. Wat moet ik zeggen? Ja, yeah, we doen het samen. Yeah, dat is toch, we doen het met samen. Met z'n drieën, de Polonaise. Yeah. Met z'n diamantjes. Diamantjes, zo steken we nu erin. Jij bent goed. Handen in elkaar. Yeah, zo omdraaien naar de kamer. Yeah. Nee. Nou, dat zou ik wel echt heel leuk vinden. Ja, leuk, en jij de grootste dan, hè? Ja. Ik zat hem de hele tijd vast te houden. Ja. Als ik het doe, pak ik de grootste. Is het daarmee rond? Als ik het doe, wat dus nooit is... Dan pak ik die grootste. Ja. Ja. Want ik ben iemand, ik hou van een uitdaging. Hey, deze dames kan je checken. Hun podcast, Sex O'Clock, waar ze samen praten. Je zag komen heel wijsheden tevoorschijn. Een paar dingen waarvan je denkt van... ze begrijpen het ook niet helemaal vanuit het perspectief van een alpha man, hè? Dus daar gaan we ook nog een keer over hebben. Ja. Maar heel leuk om naar te luisteren. Dus Sex O'Clock podcast, check ze out. Terwijl je dat doet, check ook mij. Niet alleen op Spotify, maar op YouTube. Onderaan, je zit nu te kijken. Onderaan, like knop. Abonneer knopje. Terwijl ik het uitspreek, had je daarop kunnen drukken. Yes. Doe dat, want support the movement. Dit is de lobby movement. En ik probeer het groter te maken en dat lukt me alleen. Met hulp van jou. En dit soort leuke gasten. Ik vond het fijn dat jullie er waren. Ja, dankjewel. Jamie, Joy en Roni samen Sex O'Clock. Yes. Gil is Love Line en hier is maar één regel. If it ain't about love, it ain't about nothing. Tot de volgende date. Yeah. Doei.